gaan vandaag iets nieuws proberen. De testversie. Voor de allereerste keer Dungeons & Dragons spelen. En het kan helemaal misgaan. We hebben het nooit gedaan. Het kan een cringe worden, het kan ongemakkelijk worden, het kan fout gaan. En dan gaan we over naar de host van de avond, de main event host. Want wij weten helemaal niks van het spel. Er is iemand die moet het ons uit gaan leggen. En dat is natuurlijk niemand anders dan professionele streamer, Moederwasbeer. Goedenavond. De Dungeon Champion. Mannen. De Dungeon Champion. Oké, okay, bij deze gaan we het uit handen geven. Want ik heb dit nog nooit gespeeld. Ik heb wel eens een podcastje of twee gehoord van een paar van die dollende gozers. Maar verder weet ik helemaal niks. Ik niet. Ik ben cool. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. En dat doe ik gewoon niet mee, want ik ben heel chill. Je doet werkelijk op dit moment mee. En vanaf nu is het zeer serieus. Zeer chill, jongens. Bedankt. Ik ga gewoon beginnen, heel kort. Om even te zeggen, voor de mensen die helemaal niet weten wat Dungeons & Dragons is, wat het überhaupt inhoudt. Jullie zeiden al, we weten helemaal niks. Dus ik ga er ook gewoon vanuit dat jullie helemaal niks weten. Ik weet niks. Ik weet ook niks. Je hebt net een paar podcasts geluisterd, zei je. Je zei het alleen net maar bij horen. Okay. Valt een beetje door de mand, Peter, maar maakt niet uit. Ik zou zeggen, Dungeons & Dragons is eigenlijk gewoon een spel waarbij je met een groep samen een fantasy verhaal maakt. Dus je hebt spelers die een zelfgemaakt personage spelen. Dat kan een tovenaar zijn, een riddertje, dief. En je hebt een dungeon master. En dat is eigenlijk degene die de wereld maakt en het avontuur helpt vertellen. En eigenlijk als basisregel, dat is het meest belangrijke. Je hebt een 20-zijdige dobbelsteen. En hoe hoger je die rolt, hoe beter je eigenlijk iets doet. Wat en dat is kan deze? Zijn. Even kijken welke dat is. Hebben we wel beeld dit keer? Hebben we beeld? We hebben beeld, Timon. Ik zal hem eens even oppakken. Dat is deze. Deze jongen. Dat is 20, die is heel belangrijk. Maar jij zegt, dat dit is het belangrijkste. Maar is het niet het belangrijkste om lol te hebben met z'n allen? Dat is een goede vraag, Timon. Dat is een hele goede. Dat moet ik je nageven. Maar dat is het allerbelangrijkste. Oké, dan is het het ene belangrijkste. Dat is regel nummer 1. Heb er lol in. Oké. Gaan we gewoon doen. Daarna, deze jongen. Deze 20-zijdige. Welke? Die bepaalt. Oké, ja, dikke. Ja. Zeker weten, die. Voelt wel lekker om te gooien. Die. Ja. Hoe heet deze? Oh, die is weg. Oh jee. Ja. Hoe krijgen we die ooit terug? Helemaal verpest. Moeder was, wie ben je aan het klooien? Ga je nou niet zo te klooien? Dan moet je niet zeggen dat ik moet gooien. We zijn net serieus bezig, zeiden we. Neem gewoon die blauwe. Dat maakt dan ook nee, die is van Timon. Die is van mij. Die is van mij. Mag je niet aankomen. Ja, die kom ik straks wel weer tegen, hoor. Ongelooflijk. Die zijn we kwijt. 20-zijdige. Nog kort. Als je hoe hoger je die gooit, hoe beter die iets doet. En dat kan zijn het klimmen van de muur, of het aanvallen, of het wegspringen voor de adem van een draak. En dat is echt de basis. Dat is de pure van een basis. Draak. Nice, okay. Dat snap ik. Dit snap ik. Tot en ik wil ik eigenlijk alles. Zeggen, dit is het is gewoon een kort verhaal. Het makkelijkste is gewoon om D&D gewoon spelenderwijs te leren. Anders blijf je hier met die eeuwige regels en een hoop geneuzel. Gaan we helemaal niet aan beginnen. Ik helemaal niet van geneuzel. Nee, ik ook niet. Dus gaan we gewoon niet doen. Absoluut niet. Dus gaan we er gewoon induiken? We gaan er gewoon induiken. En het eerste wat ik eigenlijk aan jullie wil vragen. Jullie hebben twee echt geweldig mooie character sheets gemaakt. En het is fijn voor de kijkertjes om te weten wie jullie karakters zijn. Oké, ik ga dit muziek uitzetten. En dan gaan we echt. Timon, nu gaan we serieus. Ik heb wel mijn naam heb ik aangepast sinds de sheets die we aan jou hebben gegeven. Nee, Peter. Ben je nu al aan het vals spelen? Hoe kunnen we ons ding bewegen? Voor de mensen die het luisteren als podcast, ik heb een bord. En dan hou je een beet en dan kan je zo het bord draaien. Oh, als je dat bedoelt soms. Ik negeer het toch gewoon. Timon, jij mag eerst. Oh, ik moet mezelf voorstellen wie ik ben in het spel. Ja, je karakter. Ja. Mag ik alles zeggen gewoon wie ik ben en wat mijn ding is? Of, Ja, dat mag allemaal. Gewoon een introductie van het karakter. Wie is het en waar staat het voor of zo? Okay. Hallo, mijn naam is Delosus. Suripiator. Ja. Ik ben in Dungeons & Dragons ben ik een tiefling. Tiefling. Wat is een tiefling? Een tiefling is een mens met duivels, iets met duivels zit in hem. Hij is iets duivels. Deels is duivels, geloof ik. Ondeugend. Hij is niet ondeugend, maar hij is een klein beetje duivels. En weet je wat... Als je loopt te lullen, moet je het zeggen, hè, moeder wasbeer. Nee, het klopt helemaal. Goed, ik ben een humanoid, ja. Dus de Losus heeft iets van een duivel, hè. Ja. Deze gozer. Mm-hmm. Bokkenpootjes. Mm-hmm. Hij heeft bokkenpootjes, maar hij heeft een broek aan. Hij heeft een broek aan. Dus niemand ziet dat hij bokkenpootjes... Zo belangrijk. Dus niemand ziet dat hij bokkenpootjes heeft. Waarom heeft hij het? Is hij
onzeker. Hij leeft in een mensenwereld en niemand weet dat het een tiefling is. Iedereen denkt dat het een mens is. Oh, hij wil zich voordoen als... Maar hij heeft gewoon als... een spijkerbroek aan. Hij heeft een spijt. Niemand weet dat het een bokkenman is. Niemand denkt dat het een duivel is. Dus hij is een kampioen in hardlopen. Mensen denken hij is gewoon goed in rennen. Maar hij heeft gewoon bokkenpootjes. Daarom is hij zo snel. Daarom is hij wereldkampioen hardlopen. Dus eigenlijk, jij hebt een onzekere tiefling, is wat jij zegt. Zeker weten, Peter. En dat is een beetje het belangrijkste wat de Loosus is. Hij heeft wel een coole naam. Hij is zeker cool. Maar ik kan nog wel meer toevoegen weten? Dat je een rogue bent. Dus zo'n stealthy man. Oh, ik ben ook een rogue. Voor iedereen te weten. Ik ben een rogue. Ik weet niet precies stealth. Wat... Ik weet niet precies... Stealth. Hij is... ik weet niet wat ik daarin heb. Dat keek ik niet echt naar. Dat is gewoon een... Dat zit er gewoon bij. Heel bepalend voor dingen. Maar dat is inderdaad... Nee, die spijkerbroek vind ik ook persoonlijk wel het meest belangrijk. Dat is allemaal. Belangrijke. Jeez. Nou, dankjewel. Peter. Peetje, ja. Ik vond het best lastig, want voor de kijkers die het niet kennen... je kunt echt uit allemaal rassen en monsters en dieren kiezen wie je bent. Dus dat is een best lastige keuze om te maken. Ik heb gekozen voor de human male. Je kan alles zijn. Je speelt Dungeons & Dragons, je kan alles ter wereld zijn. Je kan een slakkenmannetje zijn en jij bent een human male. En, je gaat ook gewoon door een human male, daar ben je gewoon blij mee. Ja, ik ben een human male. Ik moet het nog een beetje kunnen vinden in het kerk. Dan weet ik van hoe een slakman zich... Of hoe de kopje rondgaat. Ik ben niet zo creatief. Hij heet Marmier. Dat schrijf je als Marmier. Marmier? Marmier is het. Ga ik ook even opschrijven. Is Frans? Nee. Klinkt slakman. Frans? Nee, hij is niet Frans. En hij is een fighter. En zijn hele ding is... hij is best wel... Hij is opgegroeid in een bos. Een dorp in het bos. En hij is nog ongeslagen. Ongeslagen in zwaardvechten. Dat is zijn ding. Een trotse man, ongeslagen is hij nog. Ja. Nice. Nice. Klinkt nice. Peter, je bent wel lekker bezig, heb ik nu het idee. Met jou was nice. Je had een lekker dat broekie. Ja, spijkerbroekie, joh. Nice, man. Ja, jullie hebben echt je best. Maar hij draagt ook sandalen met sokken wel. Want je kan zijn voet ook niet zien, natuurlijk. Waarom heeft hij niet gewoon laarzen dan of zo? Nee, joh, hij veel is het, moet ik me voorstellen dat het zo'n hele lange spijkerbroek is, maar dan ook zo'n zonder pijpen, maar gewoon echt dat gewoon. Als hij zijn beenhaar toch, dan zou hij heel mannelijk zijn. Daar heb je gelijk in. Hij heeft een volledige spijkerbroek aan. Dat is voor mijn beeldvorming wel belangrijk. Ja, natuurlijk. Denk, daarom vraag ik het eventjes. Dat zijn onze kerk. Oh ja, ik wil nog wel iets zeggen. Oh, ja. Hoe die eruit ziet inderdaad. Nu je het zegt, mijn heeft een zilveren. Hoe noem je dat, Timon? Een zilveren harnas heeft hij aan. Was een of ander circusachtig ding die trok door het bos heen. Door alle steden, die gingen ze langs. En dan gingen ze per dorp gingen ze kijken wie zijn de beste vechters. En de winnaar van het dorp, die liet gewoon een tournament in het dorp. En de winnaar van het dorp, die kreeg een persoonlijk gesmeden harnas van zilver. Wat voor staal? Dat vind ik wel belangrijk. Zilver. Oké. En die had ik gewonnen en dat is mijn trots. Zie ik je daar rechtsboven in mijn beeld, Peter? Ja, dat is het. Ziet er goed uit. Ziet er helemaal niet gek uit. Ziet er helemaal niet gek uit, Peter. Hey, top, jongens. Nou, ik denk dat iedereen wel een goed beeld heeft over jullie characters nu. Dan gaan we heel gewoon... ik zou zeggen, laten we gewoon in het verhaal duiken. Hey, en als je wil, al heb je een omgeving, kan ik achtergrondgeluidjes aanzetten zoals regen. En als een bos. Moeder Wasbeer, ga ook geinige stemmetje doen. Dan kom ik een ghoul tegen en een cool. Ja, ga jij doen. Alle stemmen doen? Als ze monsters tegenkomen, ga jij ze dan doen? Ik ga mijn best doen. Nice! Dit wordt nasty! Nasty! Ik heb er helemaal op geoefend. Snap je natuurlijk wel. Ik heb er zin in. Nou jongens, ik ga gewoon beginnen. Het verhaal begint eigenlijk bij onze twee characters. Marmier en de Loosus, die na een lange doorreis besluiten om te stoppen in een klein dorpje langs de weg. Als jullie daar eenmaal zijn, komt je een plaatselijke herberg tegen. Nemen daar plaats in de gemeenschappelijke ruimte. Nou, een aantal glazen eeuw verder. Merken jullie dat er een verhaal de ronde gaat. En specifiek tussen de herbergier en de reiziger aan de bar. Want in het dorp gaat er een heel beangstigend verhaal de ronde. Het is over de hei, waar de oude stenen opslag staat, zouden demonen zijn gezien. Begin nog vormloos. Maar al snel namen ze de gedaantes aan van echt enorm grote honden. What the fuck, die vinger van die hounds. Ja, van die hounds. En eigenlijk meerdere keren zijn er al mensen aangevallen. Nou ja, dat zijn natuurlijk van die weerloze dorpelingen. Die hebben nu al dagen eigenlijk geen voet durven zetten op die hei.
Een groot gedeelte van de voedselvoorraad is daar opgeslagen. En die lokale herbergier die heeft eigenlijk een beloning uitgeloofd voor degene die de hei durft te betreden en de voorraad mee terug durft te nemen naar de herberg. Oké. Nou ja, en jullie als doorgewinterde dus, nou ja, soldaten en avonturiers, een geldbedrag. Nou ja, daar draaien jullie handen natuurlijk niet voor om. En zeker geesten en demonen, daar geloof je gewoon niet in. Dus jullie gaan besluiten een kijkje te nemen. En nou ja, een stukje verder. Eenmaal op die hei aangekomen, niks geks te zien. Eerste gezicht, ook geen sporen van geweld. Jullie besluiten de deur open te doen en de kamer te betreden. In eerste instantie gaat de loos dus naar binnen. Maar al gauw geeft hij het sein aan Marmier dat hij gewoon naar binnen kan komen. Niks aan de hand. Buitenaf zag de kamer er wel een heel stuk groter uit. Maar nu je binnen staat, merk je dat het maar een 3x3 kamer is. Met grote vazen ale, zakken met aardappels, tonnen met verschillende groentes en een wand vol met wijnflessen. Geen spoor van demonen te bekennen. En het moment dat jullie eigenlijk proberen een van die tonnen op te tillen om mee terug te nemen naar de herberg, slaat de deur met een keiharde klap dicht. Oh, oh! En eigenlijk merk je meteen dat iets niet goed is. De loosjes probeert nog te vergeefs de deur open te krijgen, maar geen enkele mogelijkheid is dat meer te doen. We zijn ingesloten. Het is een beetje roleplay. En dat is eigenlijk waar het verhaal voor jullie begint. En waar ik jullie wil vragen, wat gaan jullie characters nu doen? Waar kennen we elkaar van? Is dat een achtergrondverhaal? Hoe zijn we? Dat is vaak aan de characters zelf. Dus dat mogen jullie zelf bepalen. Oh. Wat vind je zelf leuk? Zullen we elkaar gewoon tegenkomen in die bar? En we hoorden die mensen vertellen van, ja, er is een beloning en zo. Dat wilden we allebei wel. We zeiden van, hey, zullen we het gewoon doen? Jij ziet er goed uit. Jij hebt een sterke kuitje. Zullen we gewoon even kijken wat er aan de hand is? Ik ben nog ongeslagen, zei ik tegen jou. Die sterke kuitjes in die spijkerbroek, die waren wel intimiderend wel strak, ook. Ja, die kuitjes zitten wel strak skinny in het jeans spijkerbroekje. Ook. Skinny jeans, tuurlijk. Die zijn gewoon goed. Okay, dus was nu, je natuurlijk echt al gecharmeerd. Nu zitten we in die ruimte en nu mogen we doen wat we willen. Ja, dat is een D&D. Je mag zelf bepalen wat je gaat doen. Okay, Delosus heet je toch? Delosus. Delosus, wat gaan we doen? We zitten opgesloten, mijn jongen. Ja, ik weet het niet. We zitten vast in een schuurtje, maar meer. Zitten we alleen in een schuurtje vast? Zit toch in een schuurtje? Het is een stenen opslag. En er zijn inderdaad, nou ja, het is een stenen opslag. En dan kan ik nog wel herhalen. Er staan flessen met wijn aan de wand. Mm-hmm. Je hebt aardappels, zakken. Die piepers. Tonnen met groenten en ook nog wat ale. Hey, verder is, het ziet gewoon als een normale uitslag opslag uit. Marmier, we zitten hier nog wel een tijdje vast. Ik zeg, geef me nog zo'n ijskoude rakker. We nemen er eentje, zou ik zeggen tegen hem. Wat denk je van zo'n pieper? Je ziet die piepers daar. Heb je een paar piepertjes? Hou ik niet zo rauw van, Marmier. Okay, dat is met mijn ding. Ik ben opgevoed met piepers. Meer werd mij niet gevoed vroeger. Dus dat geeft me een nostalgisch gevoel. Doe als jij in de jaren 90. Als jij een piepertje wilt eten, dan moet je dat gewoon smikkelen, Peter. Marmier. Hey, maar je ziet langzaamaan Marmier zo'n aardappel uit die zak halen en rauw opeten. Niet heel lekker, maar... Hij vindt het zelf niet lekker. Hé, dan mag ik zelf bepalen of ik het lekker vind, toch? Spijn. Pardon. Ik vond het niet zo lekker. Dat had je heel goed, maar... kunnen we kijken of er ergens nog een deur of een kelder te vinden is of zo? Ja, dat is het goede. Want je kan... daarvoor moet je een perception roll gooien. Oh nee, dit is lastig. Ja, als jullie op je sheets kijken... Jullie zijn allebei toevallig... Dat noemen ze proficient. In perception, dat betekent jullie karakters... Jullie zijn daar heel goed in van nature. Dus wat ik aan jullie ga vragen... Of tenminste... Nou ja, Peter, jij zei dat je graag een perception wilde gooien. Kut. Dus dat ik aan jou ga vragen of jij die D20 oppakt. Welke is de D20? Dat is deze. Hey, ja. Niet aan mijn dobbelsteen komen. Dobbelstenen, maar ik heb die van mij die is daaronder gegooid. En ik weet niet hoe ik het beweeg. Ik gooi hem niet die komen we straks tegen. Nou, en dan even kijken, want jij hebt, dat is even voor mijn optelsommetje, jij hebt +3. Dus wat je ook gooit, dan mag je +3 bij optellen. Nice. Wacht, maar als ik het dus goed begrijp, hè... Ja. Je kan dus van 1 tot 20 gooien. Ja. En als je 20 gooit, dan ben je echt super lekker bezig. Dat als is natural 20, noemen ze dat. Natural 20. En alles rond de 15 is vrij hoog dan. En dan zie je waarschijnlijk ook goed. Maar als je 1 gooit, dan is het zo kritiek fout dat het helemaal misgaat, toch? Precies, ja. Is dat het niet zo dat... Gaat het kritiek fout bij het zoeken van een andere deur? Hoe kan dat nou het kritiek met mijn fout oog gaan? Tegen iets aanlopen? Het is toch, als je een 1 gooit, is het toch altijd overdreven fout gaat het dan? Het gaat vaak heel overdreven fout. Ja, okay, maar ik ga gewoon eens... Okay, dus je gooit nu om iets te vinden. Dat is 9.
En plus 3. Plus die 3. Dat is volgens mij 12. Dat is prima hoor, Peter. Dat is prima. 12. Zie ik iets om mij? Is het donker eigenlijk? Nee, het is een redelijk verlichte opslag. Het is een beetje zo'n soort half lampje erboven. Hoeveel heb je opgedronken? Een paar. Dat is voor mij wel dat ga ik even... Moet hij een dronken check doen? Nou, jij hebt gegooid, dus, maar dat komt straks nog. De Loosjes heeft inderdaad wat gedronken. Dat gaat wel. Dat heeft helaas consequenties voor hem later. Dat had ik niet moeten zeggen. Nou, die 12, die heb je gegooid. Dat was genoeg om te kunnen zien dat het valt je op dat bij dat wijnrek die ziet daar op de vloer maar bepaalde markeringen. Oh, en de Loosjes. Terwijl je dat onderzoekt. Merk je dat je de kast gewoon opzij kan schuiven met het wijn. Kijk, deze kast is verschuifbaar, net als in de films. Moet je even kijken. Je hebt wel een heel zielige stem voor een man die iedereen in elkaar heeft geslagen. Gewoon doodnormale gozer is het. Dat wil ik een beetje overbrengen aan de luisteraars. Van dat je, als je een doodnormale gozer bent, dat je ook van alles kan bereiken. Oh, dat vind ik al wel... Hey, Dolores, kijk, we kunnen dit verschuiven. Ik ben niet geïnteresseerd. Ik ben bezig aan mijn ijskoude jonge marmier. Okay. Wacht toch eventjes. En ik kom eraan, baby. Ik heb geen geduld. Ik wil die tientjes in mijn broekzak. Dus ik begin te duwen aan die kast. Als een malle moeder. Nou, eigenlijk... ik zou hiervoor kunnen rollen, maar... Rollen! Gezien jou... Wil je hem rollen? Rollen! Tuurlijk moet je hem rollen. Hij is een roller. Dat gaat hem nooit lukken met zijn kippenpootjes, joh. Die 20, pak hem. Hij heeft die benen nodig. Dat zie ik gelijk al. Dat is een goeie... Plus 5 erbij straks. Plus 5 of wat? Plus 5. Je bent een sterke man. Ik moet het doen. Ja, jij wilt het doen. En dit is gewoon om te zien of ik... Niet te ver gooien, want anders komt hij onder dat ding. Of het zwaar is voor me of zo. Ja. Kijk, of het gaat halen. Ik heb je niet nodig, Dolores, dus ik doe het wel in mijn eentje. Oeh! Oh! Eigenlijk, je ziet Marmier loopt naar die kast toe. What the fuck doe ik? Wijsvinger vooruit. Duwt zo die fucking... Met een wijsvinger? Ja, wijsvingertje duwt zo gewoon die kast opzij. Hey, Dolores, neem jij er nog eentje? De ik ga alvast. Oh, geluid hoor. Mag ik in Japans geluid maken als Dolores? Ja, ik ga het bier uitspugen. Ik spuug het bier uit. Dat zeg ik. En dan volg ik je gewoon, Peter, jong. Helemaal compleet onder de indruk. Mag ik maar? En je merkt aan de andere kant dat het extreem donker is. Waarom? Voor Marmier. Maar niet voor jou, Dolores. Want jij hebt gewoon... Je bent een tiefling. Jij ziet gewoon heel goed in het donker. Het maakt je allemaal niet uit. Je ziet gewoon zoals een normaal mens op het daglicht zou zien. En ik ben een human male. Dus jij ziet eigenlijk al heel snel dat daar eigenlijk een trappenhuis achter zit. Voordat ik naar beneden ga, wil ik eigenlijk nog 2 van die piepers in mijn broekzak steken. Wil je wel piepers in je broekzak steken? Wat ga je doen? Je vindt ze niet lekker. Ja. Je zei net dat je ze niet lekker vond. Ik wil er gewoon een paar meenemen. Voor wat? Waarom? Nee. Voor als we straks verhongeren. Ik ben gewoon slim bezig. We zijn opgesloten. We weten niet hoe lang... Dat is zeer goed. Zeer goed. Blijven eten. Dat klopt ook. We zitten hier 1 minuut in. We komen net uit een bar. We hebben net gegeten samen. Hey, Dolores, neem jij ook al piepers mee? Misschien gaan we verhongeren. Je moet nee, ook eten. Nee, ik neem geen piepers mee. Ik heb gehoord dat we ook moeten eten om te overleven. Ik ga geen piepers meenemen. Ik neem een extra... Dus je gaat ze niet in je skinny jeans stoppen? Nee, dat past ook niet. Ik neem een extra pieper voor die gozer mee. Okay, 3 piepers? Waar moet ik het opschrijven? Maar meer... Nou, dat doe ik zelf voor je inventory. Bij treasure moet ik het dan doen. Want een... Equipment noem je dat. Equipment inventory. Maar die piepers, dat onthoud ik, die gaan gewoon mee. Ik schrijf het ook. Peter, je wordt veel te traag door die piepers, joh. Ik ga vast naar de trap toe en ik ga er vanaf. En weet je wat ik ga doen? Ik ga op de reling en ik ga naar beneden sliden, als dat kan. Staand of zittend? Zittend. Dan wil ik wel dat jij daar een D20 voor gooit. Ik wil Peter onder de indruk maken. Ik wil dat jij daar een D20 voor gooit. En dan plus je dexterity. Dus jij bent daar goed in. Dat is plus 4. Ik ben 4. Goed. Ik ben een rogue en ik ga sliden er langs, joh. Daar komt hij. Gewoon om die marmier onder de indruk te laten. Oh, fuck! Die zijn kwijt. Fuck! Oh, hij zit hem niet? Hij zit, nee, 17! Hé, hey, 17! 17? 17, ja. Je ziet de Loosjes, die neemt hem aanloop. Hij springt zo perfect op die rails en glijdt er zo met zijn ene beentje omhoog. Zo in 1 keer vanaf. Land perfect. Dubbele landing, dubbele salto, daar ga je. Dubbele salto!
En ik knik als een trotse vader. Ik kijk je wel aan, ja. Als ik geland in mijn dubbels, kijk je wel even aan. Om te en dan kijken knik of je ik naar jou. Hoi. Die knik maar ik is zie heel de, ik ben wel iemand die een beetje competitie zoekt. Dus ik zie dat als een uitdaging. Dus ik ga staand. Tony Hank-style wil ik van. Voor die railing wil ik af. Nou, dan mag je ook wel een D20 voor gooien dan. Niet zo. Ja, je bent iets minder goed in de. Maar ik geloof wel in je. Hoeveel heb ik of zo van iets? Oh. Ja, dat is geen rol. Oké, wacht. Ik doe hem opnieuw, want het is inderdaad rolt wel lastig, maar die zijn we kwijt. Of? Oei, 3! Plus wat? Plus wat? Plus 2. Dat is fijn. Tony Hanks, dan gaat hij proberen, die gek. Je ziet Marmier, die denkt, dit kan ik ook. Neemt ook dezelfde, eigenlijk dezelfde grote aanloop. Probeert erop te springen, maar... Breekt dat halve enkeltje af. Oh, wat? Mijn enkel? Af naar beneden. Maar eigenlijk, het is een halve landing. Gelukkig neem je geen damage, maar het is niet iets wat je nog een tweede keer zou moeten proberen. Oké. Zijn enkel is verzwikt nu, of niet? Nee, ik... Hoe landde ik? Als het een 1 was, had ik wel damage voor je kunnen geven, maar de 5 laat ik voor wat het is. Goeie. Heel aardig hoor, want 5 is echt laag. Maar hoe land ik? Land ik wel mijn poortjes? Nou, op de grond zou ik wel zeggen. Boom, ik ben gezichtje, ook beneden. Gezichtje eerst. Oh. Nee, dat wordt een heel ongemakkelijk moment, is het nu. Ik ga heel rustig opstaan. Ik zit... Oh. En ik keek eigenlijk niet eens ook. Ik keek nog niet eens naar. Jij wilde me onderin. Ik was nog niet al lang andere dingen aan het doen gewoon. Je wilde me cool voor me doen. Maar ik was al lang geland, joh. Ik was al lang weer weg. Nou, ik kan nog wel iets over het trappenhuis zeggen. Nou, ik zeg... Dit kan ik beter. Ik ga het nog een keer proberen. Reden we in een moment. Sorry, dit ging helemaal fout. Nog een keer. En dat ga je dan het trappetje nog eentje verder naar beneden? Of ga je weer naar boven en dan? Oh, kan ik nog verder naar beneden? Ja, want het zijn... Dat kan ja, van, ik ga het zijn, helemaal. Het is echt een trappenhuis. Dus de loosjes, let op. De eerste heb je gehad. Dus dan ga je naar de tweede, derde, vierde en vijfde. Boom, 17. Dus je kan de tweede doen. Allemaal 17. Doe ik, alle trappen. Ik wil dat je, ja, je hebt 17 voor je trick, maar ik wil dat je er nog eentje gooit. En dat is, even kijken, dat is acrobatics. Dat betekent dat je nog een D20 voor me moet gooien, plus je dexterity. Wat is met dexterity? Plus 3, toch? Plus 2. Helemaal. 12, plus 2, 14. Plus 2. Nice, hoor. Is het lekker? Hop. Hop. En ik vlieg over je heen nog eventjes, hè. Je vliegt er inderdaad overheen, maar terwijl je de landing wil inzetten, merk je dat deze trap ook vol met vallen zit. Ja, hallo! En dat de val wel geactiveerd is. Je hebt het gehaald, je kan je net op tijd redden, maar er zit wel nu een pit van 2 meter diep. Ben ik er overheen gegaan? Waarvoorheen? Je bent er overheen langs die reling. Boom. Maar dat betekent wel dat de Loses hier nog wel overheen moet. Ik ben de Loses. Ik heb gespierde benen, dat weet niemand nog. Ik neem een aanloop. Hoe spectaculair Salto. Ik kilder alleen al. Salto, 2 schroefjes maak ik. 2 schroefjes. Gestrekte benen, armen gestrekt. Ga je die 20 gooien? Acrobatics, armen gestrekt. Was het een pit met spikes erin, zei je? Het was een pit met spikes erin. Ik ben hoe zo breed? Hoe breed is het gat? 2 meter, dat is makkelijk te doen. 2 meter, het ja, is, ja, het is 2 meter. Weet je, ja, in menselijke werken dat zelfs, joh. Kunnen dat zelfs halen. Kijk maar, een beentje is ook nog. Dat moet je niet vergeten. Dat is waar. Maar dat hangt af natuurlijk van hoe jij gaat rollen. Hoe zielig zijn we. Boom! It's the natural 20! Ja, man! Ja, Salto, dubbele schroef! In de lucht kijk ik je nog aan. Geef ik dat knikje. Deze mag je zelf beschrijven, hoor. Dit is een geweldig moment. Oké, ik kijk naar Peter. Ik zie hoe je het heeft gedaan en ik... Ben niet tevreden met zijn sprong. Ren met een flinke aanloop. Salto, 2 schroeven, benen gestrekt, armen perfect gestrekt langs het lichaam. Halverwege in de lucht. Op de kop hang ik. Kijk ik, de mier aan. Geef hem dat knikje. En vlieg door. En ik land als een superheld. 1 arm op de grond. Op mijn 1 knie op de grond. Wat een held. Ik geen wonder dat jullie deze avontuur hebben, joh. We waren een trap aan het afgaan. Nee, volgens mij waren we ergens anders mee bezig. Ja, oh, echt? Oh ja, demonen. Demonen die mensen vermoorden. Jullie hebben gewoon zoveel plezier dat die demonen, dat maakt allemaal niet meer uit hoe je het doet. Elkaar onder de indruk aan het maken. Ja.
Ja, we kennen elkaar nog niet zo goed. Kijkt, ja, als je kijkt naar jullie achtergrond, dat klopt ook wel, weet je. Peter was altijd de allerbeste fighter. En jij denkt, ik wil gewoon die spijkerbroek, die wil ik showen. Dit heb ik niet vaak gezien. Dus ik heb wel echt begin respect voor je te krijgen. Want eerst kende ik niet zo. En als... Weet je wat het ding is? Hoe kan je jouw character omschrijven? Is het een beetje, heeft hij een zullig koppie? Of heeft hij een cool koppie? Nee, gewoon een dood normale gozer is het. Ja, want je leek best bescheiden. Of ik pikte wel een beetje op dat je onzeker was. Dus ik zag je niet als de alpha male female. Of ja. Alpha human male. Dat klopt. En toen, maar nu denk ik toch wel van, hij heeft het toch wel in zich. Ik heb wat in me, ja. Het zit gewoon wel in me. Het moet er soms wel uitkomen. Dat is een beetje bij mij het geval. En ik zeg tegen jou, weet je wat, ik mag jou wel. Dat zeg ik tegen jou. Als gewoon mens nu, niet als in-game Dungeon and Dragons. Oh, Peter, ik mag jou ook. Ja. Sorry. Want ik had namelijk geen respect voor de Mier nog. Dat moet hij nog lang bewijzen. Ik zou zeggen, wat willen jullie? Willen jullie de trap verder gewoon afgaan? We kunnen nog andere dingen jullie weer doen? Maar Mier, we kunnen niet omhoog. Laten we verder naar beneden gaan. Dat klinkt als een goed plan. Volg mij. Jij gaat voorop. Ik ga voorop. Wil je nog iets doen? Wacht, ja, tuurlijk. Ik ga de muur goed bekijken en ik ga kijken of er een aantal van die langpootspinnetjes te vinden zijn. Oeh. Daar mag je voor mij ook wel een D20 voor gooien. En dat is investigation, noem je dat. Investigation. Investigate, jongens. Even over die langpoot, die hooiwagens. Oei, vier hoor. Oei. Je kijkt langzaam naar de muur. Het enige wat je vooral ziet is dat het een koude, vochtige muur met wat kleine stukjes mos. Maar er is geen enkel langpoot te bekennen. We hebben hier te maken met zo'n vochtige muur. Niet aanraken, joh. Ranzig. Ik blijf zo ver mogelijk van dat muurtje af en ik loop gewoon de trap af als we nog een trap naar beneden kunnen. Dat betekent dat terwijl jullie eigenlijk naar beneden lopen... merk je dat er ook een tweede val is, waarvan de messen op hoogte uit de muren komen zetten. What dat betekent dat ik voor jullie damage moet gaan rollen. Ja hoor! Ja hoor! Wat is voor kelder? Ik dacht dat die hellhound zouden komen, joh. Hoeveel leven hebben we in totaal? Dat staat op je. Nou, even kijken. De Loos, jij hebt een 9 nice. En Marmier, je hebt een 12. Ja, wat zo... En jullie nemen... Nou, dat valt nog mee. Ik heb niet zo gek goed gerold. Jullie hebben 1 damage. Oh. Dat kan je hebben. Het gaat nog goed. Prima. We hoeven nog geen saving. Hoe raken ze ons? Ja, langs dat koppie. Zo langs die bovenkant. Ja, anime-stijl. Zo langs mijn wang. Ja, zo. Ja, ik ook precies. Een anime-flits komt er zo voorbij. Oh. Mogen we al bij een wang, weet het. Litteken. Ja. Een wang-litteken. Zo'n mooie, zo'n echt zo'n anime, dat één zo'n druppeltje bloed zo naar beneden komt. En ik wil zeggen, het is maar een schrammetje. Ik proef mijn eigen bloed, ik zeg, het is nog vers. Ik denk dat we bij de volgende, willen jullie nog wat doen voordat we nog iets verder naar beneden gaan? Of? Ja, ik wil kijken of er nog meer vallen zijn. Dat is een goede antwoord. Hoe lang is het? Ik vraag eerst, hoe diep kunnen we hier naar beneden in dit schuurtje? Dit is de allerlaatste trapstuk dat jullie gaan nemen. Dan komen jullie eindelijk langzaam bij het einde uit. Waarom moet je niet weer rollen? Je hoeft helemaal niet te rollen. Jij wil perception rollen. Okay. Voor die vallen, dat we niet weer eentje in ons gezicht krijgen. Als ik door je heen praat steeds, trouwens, is het omdat er iets van vertraging in Discord is. Ja, het maakt niet uit. Dan hoort 6. Oh. Oh. En plus perception, dat is... Heel matig, hoor. 3. Eigenlijk bij het derde trap kijk je zeer goed. En je ziet dat een van die bepaalde treders er zeer los bij ligt. Hey. Meer kan je niet zien dan dat. Maar... Weet je ook weer? De Loses. Kijk dat nou. Die treden, dat ziet er heel erg eigenaardig uit. Ja, misschien moet je zo'n pieper opgooien om te kijken wat er gebeurt. Dat is helemaal niet zo'n vreemd plan. Gooi je pieper erop. Dus ik pak één van die pieper, maar ik pak inderdaad die van Timon. Of van de Losses en ik... De Losses. De Losses en ik gooi hem onderhands, zodat ik beter kan mikken. Gooi hem onderhands. Je mag er ook nog een D20 voor me voor gooien. Ik ben heel benieuwd. Peter, jij kan niet mikken. Dat zie ik nu al. Het gaat helemaal fout, joh. 6! Je ziet dat die pieper onderhands gegooid. Echt heel slap.
rolt langzaam de trap af. Komt uiteindelijk wel bij die treden uit. En je ziet dat het eigenlijk een grote magische vuurontploffing is geweest. Dus dat was inderdaad de allerlaatste val van deze. Je gooit 6 in de halen gewoon, joh. Ja. Dat is volgens mij heel aardig voor ons. Oh, dit was de allerlaatste val zo te zien, Timon. Of Dolosus. Volg mij. Nee, wacht. Ik wil even kijken of hier nog een paar langpoten zitten. Ik heb gehoord dat je die leuk vindt. Een langpootje? Wil je de investigation gooien voor de langpoot? Dolosus, ga je nou echt voor mij kijken voor die langpoot? Peter, ik heb Marmier het gevoel dat we een band hebben gekregen. Marmier, sorry. En ik ga rollen voor je. En als ik er eentje vind, mag jij hem hebben. Boom! 19. Je ziet inderdaad, Dolosus heeft geen enkel probleem. Je ziet hartstikke goed in het donker. En pakt eigenlijk zonder te kijken gewoon zo'n langpoot van de muur knoepert, af. En ik laat handje omhoog. Zien. Pas op hoor, niet bij die pookjes pakken. Dan laat ze hun beentjes los. Dat is zielig. Ik had hem bij een beentje te pakken. Hij is weg, Peter. Is hij weg? Ik probeer hem weer te vangen in de lucht. Ik probeer hem weer te vangen. Wil je weer rollen? Ik mag ik rollen. Ik hield hem aan zijn pootje waar zijn viel. Hij liet zijn pootjes en viel. Je bent de rolkoning, dus ga ervoor. Ik probeer hem te vangen. Volgens mij vind je dat lucht, wel leuk, hè? Acrobatics. Oh, 3. Dat is een gemiste kans. Ja, ik wil gewoon een spin bevrienden, Timo. En ik wil een spinnenvriend hebben. Ik had er eentje voor je gepakt. Ja, maar je zei zelf dat hij weg ging. De hele moeder was, maar zei nog helemaal niet dat hij weg is. Je ging zelf improviseren, hij is weg. Zijn pootje zat los. Hij viel, probeer hem te vangen. Ja, helaas, hij is weg. Ja, balen. We gaan wel, Timo, we gaan het dierenvriend maken. Dat zeg ik je nu alvast. Oké, we gaan verder naar beneden. Hé, wat is dit nou? Eenmaal beneden aangekomen, kan ik zeggen. Even een korte adempauze, want dit was wel een flinke inspanning. En je loopt eigenlijk een grote stenen boog door. Die leidt naar een nieuwe ruimte. Oh. Dit is zo'n ruimte waar ik over gehoord heb. Dit is hey, daar is je stobbelsteen. Dankjewel. En als je door de stenen boog de ruimte inkijkt, zie je eigenlijk dat het een hele grote, open en ruime kamer is. 8 grote pilaren zijn symmetrisch verspreid over de ruimte. Maar als je ogen langzaam naar beneden glijden, zie je eigenlijk dat er geen vloer meer in deze kamer zit. Deze zijn door de tijd heen, gewoon afgebrokkeld. Maar je ziet wel dat er, waar vroeger de vloer zat, nu een enorm spinnenweb is gesponnen. Oh. Tot aan de andere kant van de ruimte. En onder het spinnenweb zie je nog vaag een aantal stalen punten uit de vloer steken. Ik krijg het idee dat dit vroeger een val was geweest, maar ondertussen niet meer in werking is. En dan is mijn vraag aan jullie, wat willen jullie doen? Dolosus, check dit opperspinnenweb. Ik heb het idee dat we hier de grootste spin in tijden kunnen vinden. Ik ga kijken of ik een gigaspin kan vinden. Je gaat kijken, we kunnen er niet inlopen, er zit een gigantisch gat. Ik kijk van een afstandje toch? Oh, je gaat gewoon kijken of er een spinnetje zit. Als hij groot is, kan ik het zien. Pak je, ik weet niet. Heb je ook geluk als dit een spin of zo? 14. En even kijken, dat is een maar als perception. Als er geen spin zit, simpelweg, dan kunnen we ze hoog gooien wat we willen, dan toch? Zie je het niet. Maar je ziet inderdaad, waarmee, ondanks dat hij niet per se heel goed in het duister kan kijken, kijkt wel goed om zich heen, want die spinnen, daar voelt hij voor. En je ziet inderdaad dat heel groot bovenin, zie je in ieder geval 1 reuzenspin. Oh! Mokerspin! Van 1 tot 2 meter. De loze check! Wat? Schreeuw je dit? 1 tot 2 meter. 1 meter? 2 meter. Hij schreeuwt zeker. Hij heeft het zeker geschreeuwd. De loze check daar! Wat een joekel! Dat is zeker een spin! Dat is een kanjer! Dat is een spin van 1 tot 2 meter! Ik pak een pieper. Ik ga hem van het plafond af Peter, wacht, en dan gaan Peter, we vrienden. Dus wacht. Initiative gaan... Nee, voordat we dat gaan doen, wil ik dat jullie nu initiative gaan rollen. Wat is je agressief? Ja, hij is zeer agressief. Nee, joh! Dat nee! Er tussen 2 andere grote spinnen jullie kant op komen. Nee, joh! Dit is een jackpot! Mogen niet gewoon terugrennen? Verdomme. Ik ga eerst rollen. Ja, initiative, dat is je d20. Oh, en je plus 2 er altijd standaard bij. Dus dat gaat bepalen hoe jullie volgorde is straks. En welke jullie acties mogen doen. Dus we gaan nu sowieso vechten. Okay. Dus ik ga ook zelf even gooien. Je kan ook F indrukken, geloof ik. Mag ik gooien? Oh, kut. Mag ik gooien? Mag ik gooien? Ja, ik ga gooien. Even kijken, wat jullie hebben. Fuck. Wie had deze 4 gegooid? Nee, ik moet nog gooien. Hij viel uit zijn handen. Okay. Ik gooi hem niet. Fuck. 3. Oké. Fuck. Dat is 12. Nee, Peter, laat me niet alleen. Nee, volgens mij is het alleen wie het begint. Dat is alleen inderdaad wie het begint. Nice, dus nice. Marmier heeft er 12 gegooid en jij had er... Even kijken, dan moet ik even spieken weer. 13, nee, dat is ondertussen 5 trouwens. Dan moet ik plus 2 doen. Dus 14 en 5.
Dan moet ik er zelf nog eentje gooien. Fuck. De drie spinnen. Jij ging schreeuwen, hè? Ik zei helemaal niks. Oh, kwamen ze daarom? Omdat ik aan het schreeuwen was? Ja, ze kwamen alleen omdat jij schreeuwde. Dat hadden jullie nog niet gezien. Oh, dit is echt een spel. Domme. Jazeker. Nou, je mag wel beginnen. Je bent nu op 12 of 14. Maar weet ik dat ze agressief zijn al? Nou ja, je ziet ze nu. Je schreeuwde en je ziet ze nu inderdaad. Het zijn 2 meter joekel spinnen. Ja, maar ze zijn verspreid inderdaad over de ruimte. Zegt dat degene die jij zag als eerste, die staat op de pilaar rechts. Dolosus, maak je niet... Eén links. Dolosus, maak je niet druk, joh. Spinnen doe je helemaal niks, alleen je niet in dat web verstrikt raakt, zeg ik. Ik heb gehoord dat als je niet beweegt, dat ze je ook niet zien. Dus we moeten gewoon geen zorgen maken. En gewoon stilstaan. Stilstaan. En misschien zijn ze ook nog wel vriendelijk. Dat kunnen we kunnen niet snel genoeg. Ik kan nu met mijn longsword pakken en ze gaan steken. Maar dat is een beetje... Weet je wat Freek Vonk zou doen? Die zou hem pakken en over zijn handje laten lopen. Dat zou hij doen. Nou, je mag van mij, als je wil proberen met de spin te praten... dan mag je voor mij daar een charisma... Ja, mag ik dat roepen? Wil ik doen. Nee, ik wil roepen. Ik was eerst, toch? Nee, hij was eerst. En nog, ik heb een tip vanuit de chat is dat jullie de camera een beetje moeten bewegen. Ja, maar weet je wat het is? Ik weet niet hoe het werkt. Jij zei dat ik een knop in moest drukken. Ja, dat en toen is werkte... WASD en dan gewoon naar links een beetje. En dan met rechts kan je... Is dat prima? Is dat prima? Oké, Peter, wat ga je tegen die spin zeggen? Eerst moet ik gooien, toch? Voordat ik iets kan zeggen. Ja, dan moet ik even spieken welke dat is. Wellicht eraan wat je wil gooien. Wat je wil doen met. Dit is het trappenhuis. Ik zie het nu pas, joh. Yeah, yeah. Voor de mensen die het audio luisteren, zien jullie het. We zijn deze kamer. Oké. Wacht. Ik heb deze gozer. Oké, een pakketje. Wat heb je? 5. Min 1 is... Het is helemaal kloten. Wat wil je precies naar de spin roepen? Kom eens. Kom dan. Je merkt dat het inderdaad wel werkt, maar niet dat hij er heel rustig van wordt. En begint langzaam... Dolosus, het werkt! Doe met me mee, tuit die lippies! Ik ga hem ook nog even zeggen, kom maar jongen. Wil je een knuffeltje, ga ik nog zeggen tegen hem. Wil je piepen? Oh ja, als je aan het vechten bent, mag je dan nog steeds dingen doen? Mag ik hem een pieper gaan? Je mag altijd, je mag die pieper ook gewoon gooien. Probeer die pieper te voeren, zeg ik tegen jou. Laat hem een pieper voeren. Ik ga gehurkt zitten, arm gestekt met mijn pieper naar hem toe. En ik ga heel dat is jouw actie voor deze rol. Dan hou je, dan blijven we daar naar de volgende. Dat betekent dat nu de Losus iets mag doen. Hij is de volgende die een actie mag... Mag ik een vraag stellen? Is het altijd als ze, zeg maar, hoe noemde je dat ook alweer? Initiative, als er iets gebeurt, is het dan altijd dat ze slechterikken zijn? Of kan het ook gewoon nog zijn dat ze goeierikken zijn? Of kan het dan niet? Het heeft een beetje te maken met het verhaal, maar over het algemeen is dat vaak echt combat dit. Initiative is vaak combat. Oké. Maar wij weten dat zogenaamd niet. Dus ik ga gestrekt met het armpje en de pieper in mijn hand. Dus, jij bent het al aan het doen. Ja. Ik zie dat de spin agressief op ons afkomt. Ik zie dat hij niet blij is. Ik zeg, mami, pas op. Hij houdt het piepertje aan zijn handen voor zich. Maak een volley. Ik trap die pieper uit zijn handen tegen de spin aan. High skill mik ik op hem voor zijn gezicht. Oké, dan mag je een D20 met je dexterity van mij voor gooien. Peter, ik ga het doen. Ik schakel 1 spin uit met mijn volley. Pieper. Met de volley. Met een pieper. Ik trap hem zo hard. In mijn kuiten, hè. Ik ken een bokkenpootjes heb ik. Ja, ze zijn zelfs heel sterk, dus... Oké, deze pak ik hier. Dan ga ik eerst even mikken, hoor. Ik heb nog niet gegooid. Hé, ik heb nog niet gegooid. Nee. Komt zo weer dat handje, ja, hè? Echt, hè? Is bok. Oh, boom! Dit! Okay. Oh, baby! Omdat je het zo goed doet, mag je daar ook meteen damage voor gooien. Hoe groot is de kans? Mag je een D8 pakken, dan moet ik even inzetten. Oei! Dat is voor jou. Met een pieper. Echt, jij was hem nog aan het lokken en ik trap het gewoon. Ik pas op, zei ik. En wat boom. Is, zeg ik. Boom! Even kijken, volgens mij kan het niet goed zien, maar volgens mij is dat deze. Oké. Ja. Dan ga ik daar gewoon. Ik ga met je rooien, hoor, Peter. Komt ie. What the fuck? 3. Ja. Ziet de Losus. Ziet zijn kans schoon. Neemt in aanloop. Schopt die pieper toch echt keihard de lucht in. Zo midden op dat kopje van die spin. Tussen die oogjes. Keihard. En doet in ieder geval 3 damage voor deze spin. Boom.
Die zit gewoon. Ene oogje zit vrij dicht. Is opgezwollen, zou ik zeggen. Oh, is dat niet neer? Hoppatee, joh. Die volley, joh. Hoe nice is dat? Die volley is echt heel goed. Peter, jij bent aan de beurt, toch? Of niet? Want, Ja, ik vind het niks. Nee, dus dat ik heb nu nog maar één pieper ben. Over. Omdat jij de hele tijd met mijn pieper zit te kutten. Wat ben je nou aan het doen? Je zit mijn hand. Je trapte werkelijk mijn hand weg. Ik raak die hand niet. Ik was perfecte volley was. Dus ik raakte alleen de pieper. Okay. Wat ben jij nu aan het doen dan? Ik, dat betekent dat nu de beurt is van de spinnen namelijk om iets te doen. Daar ben ik nu voor aan het rollen. Ik kan de kijkertjes niet zien. Oef. Ja. Dat is niet... Je ziet dat de twee linkerspinnen langzaam jullie kant op komen, maar zijn nog niet dichtbij genoeg om ook echt aan te vallen. De meest rechtse spin, die jij probeert te lokken met de pieper, is aardig gelukt. Hij komt zeer dichtbij. En probeert ook echt een hapje te nemen uit deze pieper. Dat denk jij tenminste. Maar hij probeert jou te bijten. Ik zei toch, hij wil die pieper gewoon. Wat doe je nou, joh? Nu is hij agressief. En terwijl hij inderdaad door de pieper probeert jouw hand te bijten, doet hij ongeveer 2 damage. Hou je alsnog je hand in dat handje gebeten. Piepertje is weg. Het gaat handjes... zo snel allemaal, joh. Heb je gewoon die nieuwe pieper gepakt? Want ik heb jouw pieper uit jouw handen getrapt, hè? Nee, maar het gaat allemaal zo snel, gaat het, joh. Dat wil je niet weten. Oké. Maar ik gooi de pieper... Moet ik mijn eigen HP bijhouden, of niet? Ik doe het ondertussen ook, maar het is wel fijn als jullie dat doen. Maar je hebt dan nu nog maar 9 helft. Fuck, joh. Jij hebt 9 helft. Ik heb 8, joh. Betekent wel dat... Marmier, je bent nu alweer aan de beurt. Die spinnen hebben nog niet veel kunnen doen. Oké. Hij bijt me. Dus ik ben geschokt. Oh! En ik pak mijn longsword. Heb je die bij je? Dit is de verkeerde human male die je gebeten hebt. Ik heb nog nooit verloren, zeg ik tegen de spin. Gooi die 20 maar. Hij en jij hebt een aardig sterk. Dus dat betekent dat jij plus 5 op elke hoek krijgt. Met fighten. 16 plus 5. Joh, hij wil niet 20 pakken, joh. Ja, dat raakt hem zeker. Dat betekent dat jij... Dan moet ik even spieken, is jouw longsword. Dan mag je een 1d8 gooien. The fuck? Dat is inderdaad weer deze. Oh, dit is damage. Wat is het hoogste wat je kunt gooien? Een 8 dus. 8. De 8. Ja, of ben je, moet even spieken dit nou... 2. Dit is geen d8. Plus 3, want jij doet slashing damage. Ik doe slashing damage. Dat is fijn. Ja, die zit er zeker bij. Ik probeer ze... Als zijn ogen zo door de midden te snijden, hè? Zie je van de zijkant, ze puilen allemaal uit. En ik ga van de zijkant die voorkantje... De middelste was er al helemaal kapot vanwege die pieper. En nu neem je ook inderdaad de rechterzijde van het kopje van die spin is open. Doet flink wat damage. Hij begint er al wat gehavender uit te zien, die spin. Hij heeft er echt geen zin meer in zo. Pak zijn ogen, dan kan hij niks meer zien, zeg ik. Moet ik zijn ogen pakken, zijn laatste oog? Of heeft hij nog maar één hoeveel oog? Heeft hij nog? Nou, dat zijn er nu nog 3. Hij heeft nog 3 ogen, ongeveer joh. Ongeveer 3. Ik ga hem nooit kunnen neerhalen. Ik heb geen wapens bij me. Heb je echt geen wapen bij je? Volgens mij. Je hebt een short sword en een longbow. Dus je hebt ze bij je. Oh, ik ren gewoon naar achter. En ik ga gewoon te pijl en boogje schieten dan, hoor. Dan ga ik op pijl en boogje schieten. Van een flinke afstand ook, hoor. En ik schiet hem in de lucht. In. Robin Hood stel, ik schiet hem in de lucht. En dat hij zo naar beneden valt voor extra kracht. Want hoe hoog denk zit... je dat het hier is in de Het is ruimte. Flink hoog toch daar, of niet? Moet de wasbeest een flink hoog daar. Het is ja, redelijk hoog. Ja, dat is flink redelijk. Hoog. Misschien zo tot aan het plafond bijna. En dan valt hij zo naar beneden voor extra kracht. Want mijn armen zijn een beetje slap. Dus ik kan niet krachtig schieten. Dus ik ga voor een topkopie. Peter, let op. Ik high skill hem alleen maar, hoor. Ja, je doet wel allemaal tricks. Ja, tuurlijk ga voor een trick, joh. Sikke tricks. Je wil wel magic spinnen aan het neerhalen. Ga ik niet saai slaan? Boom, het is een slechte rol. 12. Nou, je hebt nog plus... 15. Even kijken. Plus 2, 14. Dat is prima. Dat is... Ja, dat is genoeg om deze spin te raken, hoor. Boom! De chat zegt wel, die gozer is half dronken, hè, maar hij doet al zo perfect nog. Ja, hij is professioneel. Ja, dat is waar, inderdaad. Hey. Ja, dat had je eerder bij moeten zijn. Je was gewoon perfect ja, schot nu, hoor. Dat had ik eerder bij moeten zijn. Dat komt nog. Ik zou zeggen, gooi je damage maar. Nice. Dat is 1d6. Dat is wel een Dat is deze. Domme. Waarom 1d6 opeens? Dan krijg ik er niet perfect. 4!
Hoppa! Vier. Ja, 4 plus 2. Die gooit het neer. Even kijken. Die is neer. Nee, ik zeg. Nee, je moet hem opnieuw gooien. Het is een 1d8. Ja, hé, hey, hallo! Het ging net lekker. Sorry. Maar je hebt altijd. 7! Ja, plus... Boom! Nou, je ziet de loosjes de pijlen boog spannen. Vanaf een afstand. Recht inderdaad in die spin zijn lichaam. En het is genoeg om hem ook in één keer neer te halen. Boom. Je ziet een beetje zo verkrampen. En langzaamaan tot een soort bolletje verschrompelen. Dus deze ene spin is helemaal neer. Dat betekent dat er nog 2 andere over zijn. Die jullie neer kunnen halen. Maar Mie, misschien zijn die wel vriendelijk, die spinnen. Laat me even wat proberen. Je hebt nog een pieper. Ga je ze weer lokken? Ik ga mijn pieper niet inzetten. Ga je ze weer opnieuw lokken? Nee, ik heb een idee. We schakelen er 1 nog uit en die andere die dwingen we ons vriend te zijn. Ja, die kunnen misschien bereiden. Dan hou ik ze armpies vast. Die kunnen misschien bereiden. Dan kan hij ons naar de overkant brengen, joh. Dan steken we zijn oogjes uit en dan gaan we ons naar de overkant... Waarom zijn oogjes uit? Waarom gaan we zijn oogjes uitsteken? Anders ziet hij ons toch? Weet ik veel. Waarom moeten we gewoon bevrienden. We gaan hem gewoon bevrienden. We gaan eerst de 2 broeders vermoorden en daarna gaan we hem bevrienden. Ja, gewoon puur groepsdruk op hem uitoefenen. Oh, we zijn wel in de meerderheid. Ja, Peter, we halen nog eentje neer, oké? Oké, ik ga voor de one hit. Voor de one hit KO. Ik ga... Gooi je zwaard, joh. Gooi je zwaard gewoon naartoe. Ik ga mijn longsword gooien. Ja, nice! Ik ga hem gooien. Nice, Peter. Kom op. Wacht, ik wil iets cools zeggen voordat ik hem gooi naar die spinnen. Check you later. Webwezen of zo. Webwezen, ja, nice! Webwezen! En ik gooi hem... Ik voel hem wel, Peter. Gewoon, en dat is ook intimidatie. Dat is ook een intimidatiefactor, hè. Dat we hem zo... Dat ik gewoon echt mijn zwaard ga gooien. Ik wil hem best meetellen, maar dan moet je eerst even kijken of je zwaard überhaupt goed gegooid wordt. Tuurlijk, jongen, wil even kijken. Dat is een perfect award. Ik wil je daar best een bonus voor geven als het echt geïntimideerd is. En dat 4. Is 4. Je krijgt niet van de grond af het zwaardje. Je ziet Marmee het zwaard oppakken, wild rond zwaaien, maar het glipt uit zijn handen en valt zo dat spinnenweb in. Vrij plakkerig. Hangt er wel nog, Peter. Hij is er niet helemaal weg. Hij hangt er wel. Hij is er niet doorheen. Maar het is wel ongemakkelijk. Ik baal. Ik baal. Maakt niet uit, Marmier. Ik sta voor je klaar. Marmier. Je hebt jezelf bewezen voor me. Ik zie je nu als mijn beste vriend. Ik ga een aanloop nemen. Ik spring 1 keer in dat webbetje. Pak het zwaard terwijl ik een bounce doe. Dat zwaard pak ik. Salto. Achterover. Met mijn land ik weer met jouw zwaard naast je. Oh, niet in een spin nog. Oeh, oké. Okay. Nee, ik pak gewoon in het zwaard. Ik pak het zwaard. Maar is het... acrobatics dan. Zeker weten. Het web, hangt die boven een afgrond? Was dat ja. het? Ja, het hangt boven net een afgrond. In principe, ja, het zwaard blijft liggen. Dus hij kan wel redelijk wat hebben. Ja. Maar daar hebben jullie nog niet naar gevraagd of iets mee gedaan. Nee, daar ga ik gewoon vanuit. Ik zie wat een 2 meter spin. Je kan in één keer doodgaan. Ik zie 3 2 meter spinnen erop lopen. Timon, dat is een heel slim bedacht. Ik ben veel lichter dan die spinnetjes, Peter. En het zwaard hangt er. Doenk. Salt over terwijl ik het mes in mijn hand heb. Boom. En land ik in naast je. Oké, gooi je die 20 maar. Ga ik doen ook. Dan hoef je me niet 2 keer te plus vertellen. 4 dan erbij rekenen. En... 10. Je neemt diezelfde aanloop, maakt de salto wel succesvol, maar kan niet. Je zit vast op het web. Het was niet genoeg om in ieder geval terug te bouncen. Het zwaard ligt wel bij je, nice. Maar je hebt hem nog niet op kunnen pakken en een mooie salto terug kunnen maken. Ja, helemaal kloot. En nu sta ik er in mijn eentje voor. Heb ik even kijken of ik nog wapens bij me heb. Je moet mij wel redden, hoor. Ik had een longsword, ik had een hand axe heb ik nog. Ik heb 2 hand axes. Ga die gooien ook nog. Ik weet niet wat slim is die ook nog te gooien. Kijk, wat ga ik doen? Jij zit in het webpie. Het eerste wat ik ga doen is dat ik voor de spinnen ga rollen. Spinnetjes. Ver weg, niks aan de hand. Oei. De chat zegt dat we objects aan moeten doen. Nee. Wat is dat? Objects en dan... Jij. Heb ik dit? Is dat dit? Nee, niks aan klikken, joh. Hij sloopt alles. Wat zegt hij dan? Zet hij dat niet aan? Ik krijg geen idee wat het is, joh. Als de chat zo lief is om even te kijken hoe ik wil aanpassen, dan ga ik dat gewoon even... Maar wat is het sowieso? Zie je waar het zwaardje ligt misschien of zo? Bovenin staat object, zie ik inderdaad components. Dus kan ik het niet aan of uitzetten.
Ah, nee. Gewoon negeren. Komt goed. Tip nummer 1. Ik ga rollen. Chat altijd. Ja. Je ziet dat inderdaad de tweede spin langzaam weer gelokt is door eigenlijk nu wat eerst de pieper was en daarna toen het zwaard en daarna toen de loosjes. Merk dat je dat hij langzaam dichterbij komt kruipen en ook een aanval doet en ook wil bijten. Zo dichtbij al. Zeer goed. Hij zit inderdaad vrij dichtbij. Die derde zit nog ver achterin, dus daar hoef je nog geen zorgen over te maken. Die tweede is inderdaad dichtbij genoeg om jou te bijten en doet daarbij 2 damage. Ja hoor! Jouw de loosjes bijt hij in het ja. bed? Ja, de loosjes, ja. The fuck, joh. Ik dacht die nog aan de andere kant was. Ik dacht, ik kan spinnen nog wel snel, doen. Joh. Ja, weet ik veel. Nee, die spinnen die kunnen 30, ja, die kunnen 30 feet in zo'n web. Nou ja, dat is in principe... Dat zegt dat het... Ja, dan kom je een beetje nu, laat mee. Nu had je stil moeten zitten. Dat had hij echt nooit ja. gezien. Ik heb mezelf in moeten rollen in het webbetje. Dat is geen slim plan. Weet wie jij bent. Oké, ik zie die een... Ja, ik moet jou... Zal ik jou... Red mij, joh. Of gooi je axe. Ja, ik heb nog maar 2 axes, joh. Ja, als je hem nu gooit, dan is het gewoon binnen. Of ik kan je zwaard daarna nog naar je toe gooien. Ik kan ook een deel van het web, zo waar die aan hangt, en eens zo'n snoer los gooien. Dan gaat die bungelen en misschien valt die spin naar beneden. En wat dan kun jij vasthouden aan het web. Wat wil je doen? Oh. Zeg maar, het web half eraf probeert te hakken, zodat... Dat hij zo bungelen. Dat hij naar beneden kwam bungelen, bedoel je? Ja, zo? Dat hij aan één kant naar beneden bungelt en hopen dat die spin eraf valt. Net als in elke goede film. Nee, spinnen hebben plakkerige voetjes en ik ben het niet. Ah. Ik denk dat hij eerder blijft hangen dan ik. Nou, ik weet het misschien. We kunnen het misschien proberen. Je kan ook gewoon je andere ex gooien. Of je kan ik mijn... ga niet allemaal wapens mee of gooien. Of je kan mijn hand geven dat je me eruit trekt, bijvoorbeeld. Haal ik dat? Ik kan je ook wel. ik wil als, in ieder geval als jullie op het web staan, dan kunnen jullie. Even een acrobatics gooien, want dan kan ik bepalen hoe snel jullie hierop kunnen bewegen en lopen. Als je hem goed gooit, dat betekent dat je ook gewoon misschien normaal hier overheen kan lopen. Ik sta er nog niet op, toch? Of wel? Nee, je staat er nog niet op, maar de loze, als je wil, kan je hem alvast gooien. Dan ga ik hem even gooien. Die 20? Ja, die deed 20. Ik ben super snel, dus ik heb mijn beentjes. Hoppatee, boom, 19. Ja. Super snel. Nou ja, jij kan in principe gewoon normaal over dit webbetje lopen. Ik dacht, je zit niet helemaal al te plakkerig. Nee, man, ik denk plakkerig. Dat komt door die skinny jeans, moet ik persoonlijk wel toegeven. Ja. Goede kwaliteit jeans. Hoe kunnen we die... Moet ik die spin naar beneden laten vallen? Waarom red je mij niet gewoon eerst? Je kan gewoon lopen. Je werkelijk staat er gewoon heel rustig met je handjes in je zij staan daar. Op een webbetje te wachten op je beurt. Ik ga zo meteen een roundhouse kick op hem doen. Dus als jij me af een beetje damage geeft, doe ik zo meteen een roundhouse kick. Haal ik hem neer. Finish ik hem. Oké, ik heb nog 2 hand axes bij me, dus ik ga toch maar weer 1 gooien. En ik probeer... Niet op mij, hè? Nee. Je kan ook gewoon lopen en er naartoe doen, maar dat... Kan ik hem gewoon raken dan? Misschien ben je heel traag. Oké, ik loop er naartoe en ik zie welk pootje waar hij het meest gewicht aan heeft hangen. En die probeer ik er af te hakken met mijn hand axe. In de hoop dat hij gaat... Hij heeft 8 benen, Peter. Ja, maar eentje houdt hij echt goed vast mee. Dat voel ik gewoon. Ik zie dat voel je, dat is heel dol. Heel, hij heeft 8 positie. Hij zit in zijn positie. Hij heeft het niet goed verdeeld. En ik ga dat ene pootje op. Pop. Waarom ik niet op zijn hoofd dan gewoon? Het eerste wat je moet gooien is even die acrobatics, hoe snel jij over dit webbetje kan lopen. En hoe ga ik er toch wel overheen lopen? Ik dacht, ja, ik kan gewoon van het randje, nee, dacht nee, ik nee, gewoon. Hij gaat over het zijrandje, maar daar is hij helemaal niet. Hij zit meer een beetje in het midden. Ja, hij zit in het midden. Ja, weet ik, dan ga ik niet het web op. Weet je wat, ik ga naar de spin in de verte. Ik zeg, nee, hey, de loses, doe jij die roundhouse kick straks? Je goede roundhouse kick waar je het over had in de bar. Ik ga naar die ene spin in de verte en dan kunnen we die gozer bij jou bevrienden. Oké. Dus ik ren naar die gozer toe, want die is nog niet in mijn buurt. Daar heb ik voordeel. Dan moet je toch over het webbetje heen lopen. Ik pak... Je moet toch het webbetje over, hoor. Oh, ik zag het dan anders voor me. Oké, dan ga ik jou wel helpen. Nog 1 keer. Hé, ik kom jouw kant weer op. Ik kom jou toch helpen, want ik moet anders te verder overheen lopen. Dus ik pak... Oh, ik heb een idee. Maar dit kan helemaal misgaan of zo goed, nee, Timon. Dan moet je gewoon gaan. Die moet je zo bewijzen. Gewoon gaan. Ik pak 1 handtags in mijn ene arm en die andere in mijn linkerhand. En ik... spring op die... Want ik zie dat jij wordt aangevallen. Ja. En ik word verblind door woede. En ik spring met 2 axes op hem af. En ik probeer in hem te hakken om daarin te blijven hangen. Maar dan gooi die 20 met strength maar. Holy shit, daar gaat hij, joh. Daar gaat hij. En dan hoop ik naar beneden te scheuren, weet je. Dat ik hem helemaal open scheur. Oh ja, God of War style. Daar komt hij. En het is... 3. Zo, jee. Plus 5. Wat is dat? 8. Ongeveer. Ja, je ziet inderdaad Marmier een aanloop nemen met die dubbele exo in zijn handen. Maakt die sprong heel indrukwekkend, schreeuwend naar voren. Raakt eigenlijk helemaal niks, maar komt wel netjes terecht. Eigenlijk naast de loosjes. Je hebt hem gewoon gemist. Zeer gemist. Ja, zo groot is hij ook weer niet.
spin is niet heel geïntimideerd. Nou, de spin... de spin die voor jullie staat heeft heel slecht gevoel. Heeft een 1 gegooid. Dus dat betekent dat deze spin eigenlijk naar jullie voren wil om jullie allebei neer te halen. Maar raakt uit balans en valt eigenlijk op zijn ruggetje in dat webbetje neer. Oh! Oh, zijn buik, joh. Zijn buik! Zijn zwakke plek! Ik kan nu kietelen, Peter. Ja, kietel hem. Tot hij opgeeft. Ik ga hem kietelen om het een bevriende poging te doen. Ik ga hem kietelen. We hebben zijn zwakke plek te pakken. Ja, hij ligt nu op zijn rug, Peter. Maar Mier, we gaan hem kietelen. En misschien wil ik dan vrienden worden. Ja, we gaan hem kietelen. En dan mag je in dat mag je de plus 2 animal handling voor doen. We gaan die gozer kietelen. Mag je ook samen iets doen? Dan ga ik proberen zijn poten vast te houden. Als jij, ja, dan mag dat betekenen dat jij hem dan wil grappelen. En dan is dat even uit mijn hoofd. En dan zou ik. Ja, ik heb gevoel dat jij veel vaker mag dan ik. Volgens mij is dat strength. Maar spijt me alvast voor de D&D puristen. Oké, ik ga gooien voor het kietelen. Mag ik alvast gooien voor het kietelen? Ik ga hem echt de kietel doodgeven. Ik ga hem echt kietelen, joh. Dat is niet normaal. Vindt hij... Boom! Oh, Timo. Boom! Ik kietel echt lekker! De kietel dood is dit. Ja, de kietel... Nee, niet de kietel. Ik wil mijn vrienden, joh. De kietel, misschien kietel ik hem wel te goed, ja. Dan geef ik hem damage, joh. Oh, ik heb hem al gegrappeld. Nou, jij moet nog gooien voor de grapple. Ja, ik ga hem grappelen, Timo. Ik ga hem in grapple de... hard, joh. De ankle lock probeer ik hem te nemen. Ja, een 3. Dat lukt echt, is te glibberig. Die gozer die is te veel benen. Je ziet inderdaad ondertussen de loosjes de spin langzaamaan kietelen. En die geniet er helemaal. Die zie je gewoon er oprecht van pootjes gaan zo hard wenen weer. Slaan natuurlijk eigenlijk die handtag zo uit je handen. Maar niet genoeg om hem dat beet te houden. Maar dat beest, dat ziet er wel, dat geniet er wel van. Die andere is ondertussen twijfelt, zou ik kunnen zeggen. Die twijfelt over wat hij nou wel of niet moet doen. Verward. Zeer verward. Ik ga wel heerlijk voor deze spin. Hopelijk gaat hij me terugkietelen. Dat zou ik mooi vinden. Nee, de andere spin kan alleen nog maar een stukje dichterbij lopen. Staat er nog niet helemaal bij, maar... Oh, hij komt wel. Is eigenlijk meer aan het kijken wat er in godsnaam aan de hand is. Oké. Want hoe reageert die spin die gekieteld wordt? Is die, die geniet. Die is aan het genieten, joh. Je ziet gewoon dat hij aan het genieten is. Ja, die wil eigenlijk gewoon dat je doorgaat. Oh, daarom is die andere gozer zo verward. Want die denkt, oh, hij wordt dus niet aangevallen. Hij heeft het naar zijn zin. Ja. Oké, dan moeten we hem... Kijk, hij is ook bijna om. Dan moeten we eigenlijk iets doen bij die andere spin, zodat ze 2 spinnenvrienden hebben. Of we halen hem gewoon neer. Dan hebben we gewoon 1 spin. Als ja, maar hij is al verward. Hij is al minder agressief. Dus nu moet ik hem een pieper aanbieden. Ga niet weer je pieper aanbieden. Is dat die ene spin die gekieteld wordt? Ga je die een pieper aan? Nee, die is dat genieten. Die andere? Die andere is die verward. Andere. Dus die... Ja. Daar moet ik nu iets mee doen, waardoor ik hem over kan halen. Pieper zijn niet eens wat, ik weet het. Ik ga een gebaar... Maak ik hem een kietelgebaar naar hem. Kijk hoe je daarop reageert. Of je denkt van... Hij ziet die ander zo genieten. En dan ga ik zo doen met mijn vingertjes van... Ik kan het ook bij jou doen. Wil je nog vechten of moet ik je kietelen? Nee, dat mag je voor mij die D20 gooien. Dan plus, dan moet ik even bij jou spieken. Dat is volgens mij plus 1. Ja. Timon, we gaan hem overhalen. We hebben straks 2 spinnen, vrienden. 20! Oh, ja. Ja, hoor. Mag je van mij vertellen hoe je dit gaat doen? Want ik vind het een mooie. Dus ik kijk naar die spin. En hij kijkt al een beetje verward van, wat gebeurt hier nou? Ik dacht dat we aan het vechten waren. Die anderen zijn aan het genieten. Dus ik knik naar hem. En ik maak zo'n kietel met mijn vingers. En hij denkt, hij haalt... 2 of 4 schouders op. En hij denkt, hij komt toch maar af toe. En gaat hij lekker liggen in dat webbetje. En ik begin dat buiken lekker op zijn rug gaat ik ga zijn rug kriebelen. Vindt hij lekkerder. Dan vindt hij ontspannend. Ondertussen zien dat die 2 spinnen zo oprecht genieten. Die hebben dan nooit... Ze worden altijd aangevallen. En dat zagen ze ook met dat ene broertje gebeuren. Maar dat eigenlijk... Dat kietelen, dat heeft ze eigenlijk zo overgehaald. Ze vertrouwen jullie gewoon compleet nu. We zijn gewoon 2 spinnen aan het kietelen nu. Ja, we hebben spinnenvrienden gemaakt. Dat is gewoon gelukt. Zijn ze gewoon groot genoeg om op... 2 meter zijn ze. Dus je kunt echt op ze rijden. Ja, tuurlijk. Dit is echt prachtig. Je mag ze van mij gewoon berijden. Kan ik een poging doen om met ze te praten? In dit geval... Spinnen hebben verder geen taal. Oh. Andere beesten wel, maar spinnen helaas niet. Maar ik denk dat die gebaren, dat komt helemaal goed. Okay, dat zag je, dat werkte net ook. Maar dat kunnen we nu... We hebben nu spinnenvrienden. We kunnen er langs lopen ook gewoon nu, toch? We kunnen gewoon via het web, volgens mij, of via het plafond als we willen. Via het plafond? Spinnen. We zijn opeens Spider-Man geworden ook. We kunnen ze toch vasthouden, klampen om. Oh, je wil echt, die wil ze wel echt bereiden. Denk het wel, we hebben ze overgenomen. We kunnen doen wat we willen met ze. Dat kan je toch proberen dan nu, ja. De Beastmasters.
De echte Beastmasters. Nou ja, jullie mogen de spinnen bereiden. Daar zijn ze wel voor in, zou ik zeggen. Maar oh, eerst... Dus willen jullie... Ja, jullie mogen zelf bepalen hoe, wat, hoe je naar de eerst wil ik hem nog even aaien. Gewoon aaien. Ik ga wel opstappen hoor. Ik stap alvast open in ieder geval. Die gozer heeft spin, als de spin kon, kon knorren, dan zou hij dat doen. Oké, dan stap ik ook op. Ik heb vertrouwen dat hij me nu vertrouwt. Kietelen toch alsnog, terwijl hij wel op hem rijden. Gewoon een beetje kloppie als een paard. Nee, aaien. Als een paard. Als kloppie. Nee, aaien. Dat vinden ze niet lekker. Mag ik rollen of ze kloppen niet lekker vinden? Even kijken hoe hij reageert op kloppen als een paard. Of dat hij... Ja, dat wil ik wel even kijken. Gaat hij niet per se sneller doorlopen, maar... Vindt hij niet lekker eigenlijk? Nee, onverschillig. Hij vond het kietelen toch wel wat beter persoonlijk. Maar... Vindt hij lekker. Oké, maar kunnen we ook aan wijzen waar we heen willen? Dan wil ik gewoon recht zo die gaat, toch? Gewoon recht zo die gaat. En terwijl inderdaad jullie bereiden deze spinnen. En eigenlijk is het vrij makkelijk om zo dat web over te komen. Jullie komen zo op de andere kant van eigenlijk deze val uit. Eigenlijk zonder val, problemen. Val. Ik wil kijken of er vallen zijn. Ik wil kijken of er vallen zijn eigenlijk nog eerst. Er nog andere vallen. Dan mag je die D20 wel gooien hoor. Dit gooi jij hem even. D20 plus perception. Dat is volgens mij plus 3. Gewoon opeens... 15. Kijk. Ja, plus 3. 18. Nou ja, het valt je op dat... zeker met jullie nieuwe spinnenbuddies... dat er eigenlijk... je voelt je vrij veilig. Okay, dit is helemaal prachtig. Niks aan het handje. Niks aan het helemaal geen val, joh. We kunnen gewoon door, toch? Hé, wacht. Hoe waren we ook weer ingesloten in de schuur? Aan de bovenkant. Kun je je voorstellen als ze teruggaan naar het café... en als ze met deze twee... beestspinnen binnenkomen. Ja. We kunnen gewoon iedereen gewoon geld vragen, hè? Inderdaad, maar dit zijn niet de hellhounds, hè? Nee, het zijn geen hellhounds, maar het zijn zwakke gozers allemaal in het stadje. Die worden door twee hellhonden worden ze helemaal... Ja, we kunnen ze we gewoon... kunnen gewoon terug de stad in gaan, dan gaan we ze zelf bedreigen. Maar we kunnen niet meer terug helemaal, toch? We kunnen wel over dit gat heen springen nog. Ja, maar daarom vroeg ik me af, hoe waren we ingesloten anders? Door een... Ja, hij is in principe dicht. Okay, we het gaan is verder. Een zeer dichte deur. Dichte deur. Die kunnen we nooit aan. Nee. Die kunnen we absoluut nooit aan. Dan gaan we verder. Deuren blijken altijd erg moeilijk te zijn. Recht zo die gaat. Oh, wacht. Recht zo die gaat. Wacht. Zeker. Voordat we verder gaan, wil ik nog even de muur kijken of er nog één hooiwagen is, te vinden is. Nou, gooi die investigation maar. Je weet hoe die gaat. 10, ja. 10 plus... Je bent je zwaard al vergeten, nou, ja. Je ziet, oh shit, mijn zwaard! Je ziet in principe geen mooie wagentjes, maar wel een pissebed. Ik doe even zo'n geluid en ik probeer op de pissebed te snotroggelen. Ga je ervoor rollen ook? Mag je voor rollen, ja. 13. Nou ja, die grote, dikke tuf zo op die pissebed... maakt dat hij nattig is en moeite heeft om ook weer verder te lopen. Vindt het niet heel prettig. Ik kijk heel tevreden naar Dolores. Ik geef een knikje naar je. Oh shit, ik ben mijn zwaard vergeten, zeg ik. Ik ga even terug, ik pak mijn zwaard. Ga alvast maar verder, zeg ik. Is goed. Omdat de marmier net op een pissebed heeft gespuugd... en ik trots op hem was en daar had ik wel respect voor... besluit ik om hem ook weer trots te maken. Dus ik besluit om op de spin te staan en servant... op de spin verder te gaan, maar wel door te gaan. Want hij zei dat ik verder mocht gaan. Je kan gewoon doorgaan, dan hoef je niet voor. Ja, ik sta wel op de spin. Je staat op die spin. Ja. Nou, dan kom je inderdaad aan bij het volgende halletje eigenlijk. What the fuck is dit nou, en je joh. Ziet dat daar... dat het eigenlijk twee hele lange gangen zijn die... En ze verlichten eigenlijk hele resten van wat kleinere spinnenwebbetjes... die op de muur geplakt zijn. Overduidelijk wel van spinnen van een veel kleiner formaat... dan degene die je nu aan het bereiden bent. Misschien kunnen we alle spinnen wel bevrienden met deze spinnenkoningen. Hè? Dan kunnen we allemaal spinnen meenemen. Allemaal ongedierte. Deze spinnen gaan voor ons vechten waarschijnlijk. We kunnen lekker kietelen. Joh. Dat vinden ze al heerlijk. Vinden ze lekker. Dit vinden ze heerlijk. Wat willen jullie doen, jongens? Het zijn twee lange gangen. Ben ik er ook alweer bij? Kom ik... die komt ondertussen wel aangewaggeld op die spin. Zo, check jou gaan. Surfing dude is dat wat ik... Ja, toen je net aankwam, deed ik ook echt zo mijn handen zo voor me, weet je. Alsof ik echt aan het surfen was. Om even jou om het indruk te laten. En ik kijk jou aan. En dat eigenlijk ook nog terwijl je aangeschoten bent, eigenlijk. Ja, ook allemaal. Ik kijk je aan en ik doe echt zo'n XD-koppie gewoon. Ik knijp die ogen samen en dat tongetje er half uit. Oh ja, dat is prachtig. Maar Peter, wat gaan we doen hier? Wat gaan we hier verder doen? We hebben een splitsing. We hebben een splitsing. Kunnen we ook recht vooruit? Recht vooruit, daar kan je inderdaad wel naar kijken.
Oh, je valt even weg. Poort is. Met daartussen een soort stalen hek met tralies. Dus je kan er wel in kijken. Je ziet wel dat er een grote houten deur is. Met aan weerszijden eigenlijk twee hele grote standbeelden gebeiteld uit zwart steen. Tralies is vrij stevig. Ik denk niet dat er echt mee gesjoemeld kan worden. Maar er moet wel een andere manier zijn om dit open te krijgen. Dit zijn van die tralies waar ik over gehoord heb. Die standbeelden, het enige wat anders werd opgenoemd. Misschien moeten we daar iets mee doen, Marmier. Ah. Ik heb nog een roundhouse kick in huis. Ik heb nog een pieper. Jij nog er een zit pieper. Wel een tralies tussen. Dus de standbeelden staan achter de tralies. Je pieper, Peter. Gooi je pieper tegen die standbeelden. Die is enige ja, nog hallo, meer. Ik heb nog maar één pieper. En straks al heb ik wel hongersnood. Dan heb ik straks niet meer je kunt toch teruggaan om die andere pieper op te halen, hoor. Dat was nog wel een pieper eigenlijk. Die heeft op de grond gelegen. Dat vind ik ranzig. Ik heb wel een beetje smetvrees. En kunnen we niet even links gewoon gloeien? Wat is links te zien? Oh. En links bedoel je naar beneden? Of zuiden, het noorden? We kwamen uit de gigantische kamer en dan oh, links. Oh ja, vanaf die naar links. Oké, okay, dat kan. Wat in eerste instantie... dat je denkt, nou, ik loop die gang uit. En het is eigenlijk een lange gang. Verder weinig aan op te merken, maar hij loopt dood. Deze gang loopt dood. Wil je nog even bij rechts kijken? Dan gaan we de andere laatste kant ook even bekijken natuurlijk. Maak wel een koprol tussendoor. Je maakt een koprol tussendoor? Wil ik daar wat je acrobatics voor gooit? Op die spin maak ik nog een koprol. Op die spin een koprol? Ja, terwijl je inderdaad naar het noorden loopt. Moet ik even rollen ervoor voor die koprol? Ja, rol daar zeker maar voor. Plus 4, hè? Oh, what the fuck? Nee, die telde niet. Ik rol niet. Nee, dat telt gewoon niet. Kijken, dat is een 7. Nee, ik dacht even dat het een 1 was. Hij dood door een koprol. Ja, breek je eigen nek af. Terwijl je die koprol maakt, merk je dat er iets getriggerd is. En dat er een toch nog een val zat. Dat er een dart naar je wordt gegooid. Echt, met de man op de spin zit de val. Hij raakt jou net. Het is niet de spin. Schrikt er wel van, zou ik zeggen, die spin. Maar het is 1 damage. Dus dat is allemaal nog... Ik krijg een damage omdat ik een koprol op een spin en er wordt een val gelanceerd terwijl ik op een spin zit. Terwijl je daar loopt naar het noorden, ja. Je koprolde erin ook. Al was je gewoon stil gaan staan, dan was er niks aan de hand. Hé, hey, ik heb een theorie, Dolosses. Gaat het trouwens? Het gaat wel. Ik heb een theorie. Waar de meeste vallen zijn... zijn de meest waardevolle spullen te vinden. Anders wordt het niet zo goed bewaakt. Dus ik zou zeggen, recht zo die gaat. Zeker. Maar je loopt helaas ook tegen een dood einde aan. Oeh. Hoe gaan we dit oplossen? Ooit, joh. Ja, gewoon omdraaien. En dan naar die andere standbeelden. Naar de standbeelden wel. Gewoon de piepertjes nog gaan gooien. Even kijken. Hoe zagen die... Ik wil die standbeelden wel eens goed bekijken. Daar kan ik... als jij daar een investigation rol... Het blijft geen feest, hè? 7. Wat is dat nou weer? Ik had beter mij kunnen laten. Ja, jij hebt betere ogen in het donker. Ja. Het is best donker, hoor. Dat is niet echt heel donker. Het is best donker, inderdaad. Het is wel donker. Nee, laat maar jij ziet er niet heel veel bijzonders aan, maar ik kan de Lovis ook wel vragen of hij het wil gooien. Ik kan het niet zo goed zien. Kun jij even ik gooi kijken wel. Naar die ik kijk wel standbeelden? Af, ik kan goed zien. Boom. Hoppatee. Ja. Hoppatee. Jij kijkt naar die standbeelden en het eerste wat je opvalt, dat dit eigenlijk geen gewone beelden zijn. En dat dit standbeelden zijn die geactiveerd worden en tot leven komen. Zodra je in de buurt komt. Gargoyles! Vaak zijn het hele agressieve standbeelden. Dus het is wel iets dat als je hier doorheen gaat, dat je goed uitkijkt dat ze niet geactiveerd worden. Die klote gargoyles, Peter. We kunnen ze nu ook alvast uitschakelen. Want jij ziet het, ik weet nog niet waar het over is. Oh, ik zie daar een paar gargoyles, agressieve gargoyles staan, joh. Kut. Die zijn zeer agressief en dan moeten we oppassen, joh. Maar het zijn gewoon stenen beelden. Waar heb jij het nou weer over, jij? Akelig ventje. Gargoyles zijn het, Peter. Ze zijn agressief. Mier bedoel ik. Mier. Maar we moeten eerst langs de tralies komen, dus ik weet niet wat we hier kunnen doen nog. Ik kan wel mijn roundhouse kick proberen, maar ik heb het gevoel dat ze vrij stevig zijn, die tralies. Je voelt ze ook wel een beetje. Ze zijn ook echt van het hele goed kwaliteit staal. Ja, goed kwaliteit staal, dat merk ik nou eens. Ja, ik heb een idee, maar het kan helemaal misgaan, hè? Dan moet je gewoon gaan. We kunnen die gargoyles wakker maken. Ja. En zorgen dat zij die tralies om gaan buigen, want die zijn sterk, die goots. Maar dan moeten we niet tegen ze vechten, die kunnen we nooit aan. Kunnen we die nooit aan? Hoe weet je dat? Oh, je kan ze aan. Ik heb nog nooit verloren in een gevecht. Ja, je hebt nog nooit verloren in een gevecht. Ik denk dat het makkelijker is. Gooi dat piepertje tegen dat
Ja, niet mijn laatste piepertje hoor. Kan ik niet... Gooi je zwaard dan maar, die was je anders toch kwijt. Nee, je kan een piepertje gooien of een zwaardje. Want jij hebt je longsword die heb je weer gepakt. En je hebt nog twee hand... Nou ja, je hebt nog genoeg wapentjes om te gooien. Ik ga mijn wapens niet gooien, ik ga mijn piepers niet gooien. Ik ga even kijken of er nog een of... Moet ik pijl of boog schieten? Is die pissebed nog in de muur? Pissebed? Die zit onder je slijm. Het ligt onder dat slijm. Is hij een beetje deze kant op gelopen, dan pak ik hem en dan pok ik hem van mijn vinger af. zo flik zo. Nou ja, dan kan je twee dingen vergooien. Ik wil eigenlijk, normaal is het een dexterity, maar gezien jij heel sterk bent en je zal deze, als je de stand wilt, een beetje wil ontwaken, dan moet je wel iets sterks gooien. Oké. Ik gooi wel een van mijn hand axes. Nee, je mag dat pissenbedje wel gooien, maar dan moet je met heel veel kracht gooien. Oké. Je hoeft niet met krachtig te draaien, joh. Gooi hem gewoon. Dat is helemaal klote. Je flikt dat pissebedje slijmerig, druipt zo je vinger af. Het is eigenlijk vrij smerig om te zien. Ik ben geïrriteerd. Dat het voelt als een afgang, dus ik spuug nog een keer op hem, half op mijn eigen duim. Dan schud je zo van je hand af. Het is echt te goor voor woorden, maar pissebed is nu wel van je hand af. Weet je wat? Marmier. Ik pak mijn pijl en boog wel en ik schiet wel op een dingetje. Hebt gewoon een pijl en boog, want laat je mij dan echt met pissebedden pokken daarheen. Was cool geweest, al lukte. Daarom liet ik het gewoon even gaan. Oké. Ik heb een pijl en boog. Ik heb genoeg pijltjes volgens mij. Jij hebt genoeg pijltjes bij je. Ik pomp er gewoon eentje in het oogie. Let maar op, joh. Mag ik hem gooien? Ja, zeker weten. Boom. Op dat nekkie. Dat is een 13. Okay. Ja, dat die pijl die raakt zeker het standbeeld. Niet genoeg om damage te doen, maar wel dat het standbeeld tot leven komt. Dat het inderdaad ook echt een gargoyle blijkt te zijn. Komt jullie kant op geschoven. Wat wil hij doen? Wat wil hij doen, Marmier? Wat wil hij doen, die gozer? Kijken of het lukt. Kijken of hij door die tralies heen kan bonken. Ja, strength roll doen. Ja. Hij is aardig sterk, dit standbeeld. Deze gargoyle. Pakt een... Het is een soort ridderachtige vorm. Pakt een enorm zwaard van steen en hakt zo een stuk tralies doormidden. Ja, hoor! Dat is een goede kwaliteit tralies, joh! Of een goede kwaliteit gargoyle. Kan ook, joh. Betekent wel dat jullie nu initiative moeten gaan rollen, jongens. Dan gaan we, Timon. Ik heb een plan. Hoppakeetje. Die is weg. Oei. Die zien we niet meer terug. Oei. We hebben nog eentje hier. We gaan gewoon naar de andere. Hoppa. Een 10. Oei. Maar dit is alleen maar... de gargoyles! Er zijn die gargoyles! Ja, daar zijn ze. Fuck, zijn kijk, jij hebt 10 gegooid, hè? Deze telt niet, hè? Deze ga ik niet meer gooien. Ik ben nu. Maar meer heeft 10 boom. Gegooid. Boom! Hoppa! Ja, beginnen, 15, joh. Ja. Of die spinnen mogen beginnen. Of die gargoyles mogen beginnen. Ja, ik ga voor de spinnen ook gooien. Die spinnen, joh. Oh, ja. Jullie spinnen zijn burren. En ja, die vertrouwen jullie gewoon zo compleet. En het moment dat jullie aangevallen worden, dat vinden ze ook niet prettig. Nee, tuurlijk niet, joh. Tuurlijk, ik wil al een goede naam voor mijn spin hebben. Chat? Je naam is misschien wel wat persoonlijker, vind ik, dan spinnen. Ik wil mij iets cools. Jij mag beginnen, hè? Toch? Ja, de loosjes heeft inderdaad het hoogste gegooid en mag beginnen. Oh. Mag ik eerst met een spin nog een naam geven tussendoor? Ja, dat mag hoor, dat mag. Ik kom maar een spinnennaam geven, is cool, zoals Craxel of zo, weet Craxel, je. Craxel, ja. So Craxel is mijn spinnenman. Wil jij nou ook gelijk een naam geven? Nee, ik ga nog even over nadenken. Ik heb geen idee wat ik moet doen bij die gargoyles. En ze zien aardig gespierd uit. Ik spring op mijn Craxes. En ik zet een sprintje. Ik sprint er gewoon van door. Dus jij wil hier weg? Ja, ik piep hem. Ik zet hem op lopen. Ik ga gewoon terug, joh. Weet je hoe die belletjes... Maar dan ga je dat samen met die spin doen? Ja, met Craxes alleen. Met Craxes alleen. Oké. Nee, dat is goed. Nou ja, je kan teruglopen inderdaad. Ik piep hem gewoon terug, joh. Je gaat hem terug. Dat betekent wel dat jouw actie is en dat Marmier dan nu is. Ik zeg, ga alvast maar. Ik pak hem. Ik ben nog ongeslagen. Ik knik naar mijn spin en ik zeg... Spin, luister goed. Spuit je saus om hem. Hij is veel te sterk. Als we nou wat van het spinnensaus van je om hem heen wikkelen, dan kan hij niet meer bewegen.
Dus ik knik naar hem, hopen dat hij het allemaal begrijpt. Ja, ik doe wel wat handgebaren. Ziet wel van die oogjes knipperen inderdaad. En als je het goed doet, zeg ik nog, krijg je zo'n van die rugkriebels. Oeh. Ja, dat hij verstaat het gewoon... niet hoor, hij verstaat het niet. Ja, die gebaren. Ja, oké. Okay. Heel duidelijk. Nou, de spin kan inderdaad... Betekent dat jij ook nog een... Je valt spin. Weg. Wat zei je allemaal? Je viel helemaal weg. Oh jeetje. Nee, dat de spin, dat is de actie voor de spin. Die ga ik straks voor je doen. Maar dat betekent dat jij ook nog wel een actie hebt. Oh, ja, ik stap van die spin af, sowieso. En ik dook een stapje naar achter gewoon. Ik heb hier vertrouwen in. Je gaat het doen. Je laat gewoon de actie op zich wachten. Ja, want die spin die gaat het doen. Dan gaat hem inwikkelen en dan maak ik het af. Maar toevallig is ook de spin als allereerste... Ja, en die gooit een 18. En dat betekent dat dit zeker weten gaat lukken. Wat zijn er voor zwakke gargoyles? Dan ze niet eens meer kunnen bewegen gelijk. Nou ja, het gaat er niet raken. Wat eruit komen is een tweede. Ga ik even spieken hoor. Oké, Timon, we hebben ze nu al te pakken, joh. Ja, joh. Zes, ja. Dat is bijna 10, alleen al 10 damage voor deze ene gargoyle. En hij is zeker ingewikkeld. En hij zal de komende tijd nog wel vastzitten als hij niet goed gooit. Boom. Oké, Timo, nu moet je terugkomen. Ja. Met je move. Nee, de gargoyle moet er eerst nog, of niet? De ene gargoyle zit nu vast. Gaat nu gooien. Maar gooit in één. Gaat het deze ronde zeker niet redden om uit dit hele stevige spinnenweb te komen? Doet hij zichzelf nog pijn zelfs, omdat hij één had? Of is het geen natuurlijke één, of hoe noem je dat? Ja, het is een... En dat heb je helemaal goed. We beginnen gewoon natuurtalenten te worden, kritiek jongens. Kritiek is dat, Timon. Kritiek. Ja, dat is zeker. En ik ga daar een damage voor. Hij krapt zichzelf, ja, hij probeert hem omhoog te doen, zijn arm. Maar hij breekt brokkelt. Hij brokkelt erdoor. Hij brokkelt vrij hard, inderdaad. Hij is bros, of noem je dat? Je ziet inderdaad dat er ook scheuren ontstaan nu in het standbeeld. En dat hij... het ziet eruit alsof deze het heel moeilijk heeft. Die andere is vrij geïntimideerd hierdoor en schuift wel ietsjes naar achter. Zo echt zwakke spinnen ben ik nu. Jij bent zeker nu. Ik zie hoe zwak die mannen zijn. Dit is mijn kans. Ik zeg tegen mijn Craxis, ga mijn jongen en ik ga servant erop af. Ik spring op Peters schouder. Ja, gaat echt snelheid ga ik er weer op af met de aanloop. Spring van de spin af. Op Peters schouder. Maak een afstapje nog. Dropkicken. Ik kick hem. Eén op die zijn vleugel. Op de grond ligt op nee, die andere die bang is, joh. Die andere kan toch niks doen. Op zijn vleugel ga ik. Hij heeft vleugels, die beesten. Hij is zo broos, joh. Die hij is een beetje... Broos. Hij ziet er broos uit. Dropkicken. Gooi je maar. En ik ga hem gewoon knallen, joh. High skill. Eerst was ik bang, toen dacht ik hoe ze broos waren. En boom! Dat is een 4. De Loosjes neemt de aanloop. Maakt wel de eerste salto waar. Maar valt daarna met dat... Gewoon dat gezichtje zo plat op die stenen vloer. Oei. Is niet geslaagd. Doet geen damage, maar het ziet er wel vrij ongemakkelijk uit. Pijnlijk zelfs, zou ik zeggen. Ik ga wel een beetje bloos hier nou ook, hoor. Oké, ben ik aan de beurt? Ja. Ik pak mijn longsword en ik loop op die gargoyle af. En ik maak wel met mijn stappen... Ik zorg ervoor dat ik met mijn eerste stap wel even die... Is het bij doodtrap express. En dan ga ik door en dan ga ik op zijn broze stuk ga ik een klap uitdelen. Bij welke? Die vast zit of die andere? Bij die vast zit. Ga je die nou neerhalen? Ja, dan zorgen we toch dat die weg is. Mag je doen. Gooi je die 20 maar hoor, met plus strength. Dat is plus 5 bij jou, dus dat... Komt goed, die man, let op. Boom, wat een klap, joh. 7. Mokerslag noemen ze dat. Moet ik nou ook damage doen? Nee, het is niet genoeg om deze te raken eigenlijk. Oei, mis zelf! Je schampt hem stil. Eigenlijk net. Je bent eigenlijk nu een stukje van het web aan het wegkappen. Oh, helemaal kloten. Opnieuw, deze gargoyle heeft het gewoon moeilijk ermee. Gooit een 2 en kan hier ook niet uitkomen. Die tweede gooit een... ziet dat jij inderdaad hem niet hebt kunnen raken. Voelt zich wel... voelt zich wel een stuk beter. Die denkt nu langzaamaan, dat kan ik wel aan. En schuift wel naar voren. Kan verder nog niet iets doen. Dat betekent wel dat de Loos dus nu weer is. Kunnen we niet een dubbelteam webstream doen? Dat die twee spinnen die op die andere gaan. Kamehameha stijl. Onze Kamehameha samenvoegen. Van de webstreams. Jullie tegelijk gaan. Ja. Ik denk maar Crixus zegt van, doe me
spray hem. En dan ga ik op de spray staan. Spray it, don't Mag ik ook say op de spray it. Staan? Kan ik op de spray staan? Terwijl die dus die spin dat web uitspuugt, dat jij daar op gaat rijden, ga een soort lopen. Surfen. Ja. En dan, ik ga op surfen, ja. Wat kan ik dan doen, Peter? Wat kan ik dan? Volgens mij hele beurt niet eens. Echt was mijn beurt. Wat hebben die spinnen gedaan dan? Die gaan sprayen. Ik ga die op gaan surfen. Dan nu sprayen. Dat wordt dan nu de actie voor jullie. Oké, ja. Gaan ze sprayen. Double team spray. Double team spray. En dan ga jij er ondertussen op staan. Ik wil dat je alvast wel je acrobatics gooit. Dan ga ik voor de spinnen gooien. Oh, je gaat er wel bovenop staan. Dan ga ik op surfen met extra kracht. Nou jongens, ik kan jullie vertellen dat deze spinnen een natural 20 hebben gegooid. Oh, boom. Die zitten allebei vast, joh. Perfect, joh. Nou, ik mag zeggen, dat wil ik aan jullie de eerle overlaten. Oh, die acrobatic is ook 19. Oh, jongens, dit wordt geweldig. Dit moment, dat wil ik aan jullie overlaten. Want hoe willen jullie dit doen? Hoe willen jullie dit... Die spinnen dit gaan sowieso... ingaat. Weet je wat ze doen? Allebei via de muur gaan ze... rennen ze heel snel. En jij gaat gewoon op jou staan. Ik spring boven op mijne. Echt horizontaal gaan we erop af. Ja, ja, ja. Ja, dan moeten ze omdraaien. Dan vallen we wel af. Maar dan spuit ze wel op die gargoyle. Mag ik niet over het spray lopen? Je hebt acrobatics goed gegooid. Dus je valt gewoon beide beentjes op de grond. Dus nu doe je nog een dubbele salto, joh. Ja, wel een beetje jammer, Peter. Je hebt mijn hele bed verpest, joh. Je mag hem wel invullen. Nee, het is al klaar. Ze is alweer aan het rollen, die vrouw. Ze is alweer aan het rollen. Het is over. Ik ben alleen alvast de damage aan het rollen. Jullie mogen verder, hoor. Nee, hij spreekt, ik wilde oplopen. Ik wilde in de spray gaan zitten en een kopstoot geven ermee. Oh ja, doe dat! Dat je met de stream meegaat, dat doen we dan voor twee kanten ook. Hè? Ja, jij ook. Ik met mijn knietje wil ik. Oh, jij wel cool, ik ga met mijn kopstoot gewoon. Dat is een goeie, Timon. Hoppatee, in de spray. Nou, beschrijf hem van begin tot het einde, want het is genoeg om deze twee compleet neer te halen namelijk. Wij knikken naar elkaar. Hoi. En dan onze spinnen snappen het ook. Die gaan via de muur, dus gewoon verticaal, gaan ze rennen ze. Wij staan erop, Tony Hank-stijl. Ze springen. Ik kickflip er nog eentje. Ik kickflip mijn spin op. Dat kan ik niet. Ja. ze draaien om in de lucht, we blijven op ze staan. En ze, uit de onderkant komt dat spraysol. Ja, ze schieten die stream. Wij duiken in die stream. Is het er even ingewikkeld? Worden daardoor naar voren geschoten, extra hard. Knietje aan de ene kant. Kopstoot aan de andere kant. Na de impact. Dat Mortal Kombat celtje. Dat je die knietjes vastpakt. Allebei perfect tegelijk. En dan die spray gaat door. En dan zit hij nog vast. En hij heeft damage. Ja, tuurlijk, jongen. Ja, en die damage is genoeg om ze compleet deze twee te verbrijzelen. Allebei, boom! Allebei. Hoe spectaculair zijn we bezig, Timon? Ja, echt. We zijn... Ik moet echt, ja, jongens, jullie zijn echt heerlijk bezig. Dat mag gewoon gezegd worden. Dat betekent wel dat inderdaad deze twee gargoyles zijn gewoon neer. En dat betekent dat jullie nu eigenlijk, ik zou zeggen, geef jezelf vooral een schouderklopje hiervoor. Heel lekker. Betekent gedaan, dat je inderdaad nu langzaam goed om je heen kan kijken wat hier allemaal is. Inderdaad eigenlijk een enorm grote houten deur. Houten de kansen deur. Die op kunnen. Ik doe ten eerste ook gewoon alsof het heel normaal is. Alsof ik dit altijd in elk gevecht doe. En ik ga gewoon van, oké, wat zijn we hier? Zo'n houten deur. Wat zullen we doen? Ja, maar Mie, mag ik eigenlijk mijn roundhouse kick op die deur uitoefenen? Want hij ziet er nogal zwak uit de deur. Het is een houten deur. Ja, tuurlijk. Ik wil me gewoon een keer bewijzen. Ja. Ik wil eindelijk voor die roundhouse kick gaan. Ja, gooi die strength maar. D20 met strength. Is voor jou Het is niet zomaar een deur natuurlijk. Die houten deur. Op 13. Ja, nou dat is genoeg. En je trapt hem eigenlijk zo door de deur heen. Ik zei dat het niet goed was, mijn roundhouse. Okay. Hij is zeer goed. Maar Mie zegt, nou... En je ziet ook inderdaad dat de ene deur nu een stuk makkelijker open gaat en de andere langzaamaan zo openschuift. Terwijl ze krakend open gaan, ben je eigenlijk heel verbaasd hoe groot de ruimte daarachter is. Overal om je heen zie je eigenlijk hele kleine, en zowel kleine als grote beelden van verschillende honden. Van wat? Verschillende? Verschillende honden. Godverdamme. En midden in de ruimte staat een altaar. En die is bedekt met een soort bloederig uitziende smurrie. Die aan de bovenkant van de urn loopt. Ranzig, smurrie. Achteraf valt de deur dicht. Maar ja, je hebt er een gat in getrapt. Dus je kan nog wel een beetje naar buiten kijken. Het voelt niet meer zo opgesloten als toen de eerste keer dat de deur dicht viel. En van de urn merk je dat er een soort magische aura op afkomt. En het dekseltje trilt eigenlijk licht. En dan is mijn vraag aan jullie. Wie van jullie twee... Is het sterk genoeg om deze urn naartoe te gaan? Wie wil dat? Wie durft dat?
Ten eerste zie ik mijn spin die kijkt naar me. En ik denk van, wat zit hij nou naar me te kijken? Dacht ik, oh ja, ik had beloofd dat ik zijn rug ging kriebelen. Maar ik doe alsof ik het niet zie. En ik ga gewoon kijken naar de smurrie. Jij gaat gewoon kijken naar de smurrie? Ja. Ik ga vanuit dat ik het sterkste ben. Ik loop gewoon op af. Ik ga het niet eens bespreken. Ik loop er gewoon op af. Ik ben gewoon sterker, denk ik. Na alles wat ik heb gezien, ik ben gewoon sterk. Ik ga gewoon voor. Dan betekent dat jij een dexterity gooi moet gooien, dus acrobatics. Nou, daar ben je toevallig heel goed in. Dus dat is eigenlijk niet zo verkeerd. Dus gooi die d20 maar. Hier komen die demonen, die helhonden. Die bestaan niet, Peter. Die oelewapper. En hop. Boom, hoppatee. Heerlijk. Wat is het? 8. 8 plus. Even kijken. Zo. Ja. Je merkt dat de smurrie langzaam aan een soort begint te borrelen en het schiet dekseltje van het potje af. Je bent net niet op tijd genoeg. Maar omdat jij een tiefling bent, neem jij geen damage en zeker geen brandschade. Want de smurrie is inderdaad zeer brandbaar. Scheelt gelukkig dat jij dus die tiefling bent. Je hebt echt alleen maar voordeel met die tiefling. Natuurlijk. Maar door de kracht van de urn word je wel een stuk naar achter geblazen. Je blijft nog wel op je beide pootjes staan. En uit de urn komt eigenlijk een soort gedaante gekropen. Eerst nog vormloos, maar al snel volgt het eigenlijk de gedaante met een menselijk figuur met de kop van een hele grote hond. The fuck, hij lijkt, keihard te blaffen in de oren van Delosus. Maar Marmier, jij verstaat hem. Want jij spreekt ook abyssal, net als dit beest. Wow, ik versta het. Zeg ik. wat zegt hij? Langzaamaan begint, wat je dacht, wat eerst ook een blaf had, begint hij te zeggen. Wie heeft mij in godsnaam wakker gemaakt uit mijn slaap? Geniet echt eng klinkt het, Marmier. Het klinkt niet echt eng. Hij is een vrij doodnormale man. Ja, wie heeft het wakker? Zeg iets tegen hem, Marmier. Het wordt begin niet ongemak. Ik heb hem niet wakker gemaakt. Jij neemt te lopen heen. Het begint nu ongemak te worden. Ik versta hem niet. Praat voor me. Hé, hey, Delosus, hij vraagt wie hem wakker heeft gemaakt. Oh, ik zeg dat ik het was. Met een hondenkoppie. Wij waren het. Dat betekent dat jullie voor initiative mogen gooien. Maar ga ik ook terugblaffen tegen hem? Je mag hem terugblangen en meteen een intimidatierol gooien. Nee, niet intimideren. Wil. Waarom? Zij vraagt wie een bakker heeft, maar wij waren het. Zeg gewoon eerlijk. Als jij wil blaffen, ja. Dat. Nee. Ik bedoel, ik ging niet blaffen. Ik ging gewoon terug in zijn taal. Oh, in zijn taal. Het is een beetje een blaf. Oh, ja, ja, ik snap hem. Dat betekent dat jullie alsnog initiative moeten gooien, jongen. Ja, balen. Ik heb 2. Oh, Peter. Gewoon voor jou, Timon. Gooi ook maar voor mij. Boom! Je hebt me beter. Ja. Maar nu mag ik eerst. Dat betekent dat jij ook wel inderdaad als eerste mag. Maar we zeiden dat wij het waren. Wat wil hij doen dan? Wat is nu zijn plan? Waarom is hij zo boos gelijk? Is hij boos? Ja, hij is niet eens echt boos, toch? Die zit daar op zijn gemak een tukkie te doen. En jullie hebben hem wakker gemaakt met volle kracht. Ik ben ook niet kracht, zo blij zo die als urn omhoog getrokken. Is hij daadwerkelijk boos? Want ik heb nog alleen moeten we niet rollen. Oké, dus wat kunnen we nu doen? Ik zeg van een afstandje. Delosus! Probeer hem te kietelen! Ik ga hem proberen te kietelen. Ik kijk Peter aan en ik kijk de Mierman aan en ik denk van, dat is een goed plan. Ik ga hem kietelen. Zit je nog op je spin? Is die erbij of ben je eentje gaan lopen? Nee, de spin. Ik zit nog is op de spin. Oké. Nou, gooi die d20 maar. De Crixus begint wel jaloers te raken, hoor. Ja, die van mij, die zit de hele tijd nog steeds naar mij te kijken. Die wil alleen maar zijn rug kribbelt. Hij vindt het helemaal niet lekker. Je lent inderdaad op de demonenhond af, maar merkt al gauw dat het is een demon. Ook eigenlijk soms vrij vormloos, dus je valt eigenlijk met je handjes door die hond en je kan hem helemaal niet kietelen. What the fuck? Het gaat gewoon helemaal niet. Oh shit, mijn zwakte zeg ik. Dat je honden niet kan kietelen. Oké, dus nu kan ik hem niet kietelen. Nu ben jij Peter. Nee. Oh, ben ik? Nee, dat betekent dat jij, ja. Ik wil eigenlijk niet vechten. Ik ga gewoon even kijken wat er gaat gebeuren eerst. In mijn hoofd gebeurt er nog niet. Is het tegen mij? Hey, de losers! Ga hem kietelen! Ga ik kietelen! En dan zeg ik even, nee, ik ga niks doen. Ja, ik sta... Jij ging er helemaal heen. Ik stond gewoon een afstandje te kijken wat er allemaal gebeurt. Ik was een beetje aangeschoten. Ik ging er gewoon voor. Ja, en ik wacht af wat er gebeurt. Want ik ben nog helemaal niet in de vechtstem. En ik heb hem nog niks verkeerd zien doen ten eerste. Oh, er wordt toch gerold.
Je ziet inderdaad dat de honden, dus terwijl jullie deze discussie hebben, is hier niet erg van gediend. Slaat met zijn klauw richting de loosjes, maar mist hem echt op het nippertje. Boom. Hoppatee, ontwijk ik gewoon, joh. Terwijl je niet eens terwijl je kijkt, hè? Gewoon zo. Ik kijk achteruit naar jou. Betekent wel dat jij ook wel meteen jouw beurt is. Misschien dat jullie een actie voor de spinnen mogen doen, eventueel. Over spinnen, joh. Ja, vooruit. En ik ga het rugje maar kriebelen. En dan niet meer janken, hoor. Je krijgt 3 kieteltjes. Dus ik kietel het spinnetje. Maar ja, hey, maar je spin mag iets doen. Jij mag niks doen. Oh ja, maar... Hey, je mag ondertussen de spin wel kietelen, hoor, van mij. Dat hij gaat mag ze wel. Ontvangen. Hij draait zich om. Ik word aangevallen. Jij gaat ondertussen een spinnetje kietelen. Hij bleef de hele tijd maar zo naar me kijken. En anders kunnen wij straks niet... zitten we niet op één lijn. Dan gaat hij niet meer naar me luisteren. Oké, dat is een goed punt. Ik koprol weg. Ik ben van mijn spin van de Crixus dus af. Ik koprol weg, zoals Ape dat altijd doet. Mm-hmm. Je kent het wel. Mm-hmm. Voor veilig afstandje. We weten dat we niet kunnen aanvallen. Waarom? Je kan hem niet kietelen. Ik kan niet kietelen. Je kan niks over aanvallen. Ik ging er doorheen. Dus probeer ik naar hem te blaffen om hem rustig te maken. Zodat hij zich thuis voelt. Dat kan inderdaad wel. Dan denk ik van zo, ik ben hier niet helemaal alleen. Ik blaf gewoon terwijl je net tegen me hebt gepraat. Maar maakt niet uit. Wil je hem dan meer intimideren of wil je dan nog... Nee, ik kan een veilig gevoel geven. Oké. Ik ben van een afstandje wel, hoor. Ik ga gewoon ja, wel van afstandje. Je bent een volwassen man met bokkenpoten die nu naar een goos gaat blaffen, is wat er nu gebeurt. Ja, klopt. Voelt zich veilig. Ik kan niet vechten tegen... Oh, dit is een... Oh, yes. Nice. Dit is het dan. Voor 16, de luisteraars. 16 plus 1... 17. Dat is niet mis. Nou, het klinkt hem eigenlijk wel heel bekend in de oren, dat geblaf. En begint zich toch wel... Nou! Nou ja, toch wel thuis te voelen eigenlijk. Ja, nice! In eerste instantie was hij nog wel een beetje chagrijnig dat hij zo uit die urn werd gehaald. Maar begint zich al wat behagelijker te voelen. Niet per se zo agressief meer. Omdat ik naar een blaf dat ik niet eens verstond. Dus wij kijken naar... Dus wij kijken naar elkaar en wij kijken zo van, nou, ja. Wij zien dat hij kalmeert. En ik ga dan, wat kan ik nog meer voor hondachtigs doen? Oh, ik pak een van mijn axes en ik zeg, kijk dan. En ik gooi hem. Gooi mijn hand axe, niet de nare, maar van hem af. Kijk of hij dat leuk vindt. Ja. Nou, dan mag je animal handling doen. We gaan hem temmen. Dus ik een beetje animal. Hij is zo snel overhalen ook een 9. Nee, dat, je ziet inderdaad, hij kijkt nog wel met zo'n heel blij kopje zo naar die hand, echt, maar hij wordt echt zodra die... Oh shit, ik had moeten doen alsof ik ging gooien. Ja. Helaas, hij ziet het vallen en kijkt niet, niet heel... Nou ja, vindt het toch niet zo... Vindt het een beetje disrespectvol, vindt het eigenlijk niet heel erg respectvol van je dat je dat dit nou zo doet. Kutbeest, mompel ik. Hij hoort dit net niet, hoort ook. Betekent dat hij eigenlijk toch wel dichterbij wil komen. En dat kan gelukkig. Het is niet dichtbij genoeg om een actie te doen om jullie aan te vallen. Hij wil ons nog steeds aanvallen, joh. Heb jij nog ideeën? Hij komt wel dichterbij. Mier, wat we kunnen doen bij die gozer. Hey, volgens mij is dat die demon waar we naar op zoek zijn. Zijn we op zoek naar een demon? Oh ja, we moeten hem verslaan natuurlijk. Oh, maar Mier, we kunnen hem niet aanvallen, denk ik. Want we gaan zo recht door hem heen, die gozer. Ik wel, joh. We moeten hem gewoon... Heb je al geprobeerd hem te hakken of zo? Als ik er doorheen kietel, waarom zou ik hem er wel kunnen slaan? Mijn enige kracht zijn mijn bokkenpootjes waar ik mee kan trappen. Ja, hoe kunnen we het doen? Kijk wat er om je heen is. Misschien een vuur of zo. Misschien ja, ik kijk er om me heen of een vuur zit, joh. What the fuck? Ja, uit die... Nou ja, dat kan ik allemaal wel een beetje... Uit die urn weet je nog wel dat er van die hete smurrie uitkwam. Ja, smurrie, ja. Oh, zout. Waar ik tegen kan. Daar kan ik wel tegen, hoor. Oh, dan kan ik het palmen. Kan ik het palmen een klein beetje in zijn... Ik ga het scheppen in mijn hand en ik schep het een beetje in zijn gezicht... om hem wakker te maken, soort van. Dat hij zich een beetje wakkerder voelt. Dat mag je doen. Gooi die D20 maar. En ik ga het saus tegen hem bepalen wat dat is, scheppen. Maar dat zou ik dan even onder de dexterity gooien. Oh ja, 13! Ik heb 13! Dat is gewoon prima! Maar je gaat er heel voorzichtig lopen. Ja, plus zeker plus bij jou 4. Ja, dat is genoeg om... om te scheppen tegen ze. Je schept eigenlijk met beide handjes eigenlijk... nou, ziet er eigenlijk vrij liefelijk uit. Zo beide zo die smurrie op en dan gooit dat zo in dat gezicht van die demon. Het brandt hem inderdaad in. Het doet hem zeker damage. Nice.
Ik had meer moeten gooien misschien. Ik had misschien dat hele keteltje moeten pakken in plaats van een handje. En het doet hem 6 damage. Het is nog niet genoeg om daar iets... dat je dan denkt, nou gaat hij helemaal neer. Maar het, is, het begin is gemaakt, zou ik zeggen. Oké, ik zie dat het hem damage doet. Ik weet dat het een demon is, dus ik denk... Ik denk terug naar wat die man zei in de bar. €20 Ja. Ik dacht, shit, die gozer, die moeten we neerhouden. Dus ik zeg hem, spin! Die ligt nog lekker op zijn rug hier, ja, dat buikje omhoog. Kietelen, ja. Ga achter, sprint achter hem, want hij is heel snel. Schiet zo'n web. Trek aan die urn, zodat hij omvalt richting hem. Dat het, richting hoe groot is die urn? Is die urn groot genoeg? Het is een klein urntje hoor. Dat is niet ik zag zo'n pot voor me. Een grote pot. Oh, dat is minder spectaculair. Anders dacht ik, trek ik hem om en dan komt het zo allemaal bij zijn poten. Ik kan het gewoon pakken en dat je hem zo, dat je hem terug sliert en dat je hem zo vastpakt in een film. Dat je hem ja, dat is een goeie. Spin pakken en dan gaat hij hem naar je terugschieten en dan pak je hem met één hand vangen. Ja, ze klotst het allemaal over mij. Ik kan het niet. Ik wacht gewoon op jouw beurt en jij pakt het gewoon op en gooit het in zijn gezicht net zo makkelijk als dat je een kommetje in zijn gezicht. Ik kan alleen scheppen met nog een, ga je echt nog een kommetje en daarna toe rustig dat betekent baggelen. Wel dat de hond nog eerst is, jongens. Hey, ik ben nog niet geweest, toch? Ja, nee, wilde de actie zijn dat je ging wachten. Nee, je zei dat je ging wachten. Of wil je de, ja. Oké, okay. Ja, nou, ik was aan het overwegen, maar... Ja, je mag nog overwegen, je mag het... Ik weet ook niet echt iets anders. Ja, ik kan ook... Kan ik, hoe ver staat die urn van me af? Zeg dat het 1-2 meter is. Laat die spinnen en die... pakken, joh. Gewoon met het slime Spider-Man-stijl. Gewoon om cool te zijn. Ja, gewoon cool te zijn. Hey, Delosus, check dit! Dus ik zeg aan mijn spin, pak de potje en trek hem naar je toe. Spider-Man-stijl. Laat die spin neer in ieder geval, joh. Ja, ik wil niet dat mijn spin neer... Vang hem zelf niet op en laat gewoon die spin hem pakken... dat hij in ieder geval jouw kant op komt. Nee, hij spuugt het dus. Ja. Trekt hem. En dan moet ik hem, wil ik met één hand zo vangen. Dat wel. Ik mijn hand heb ik al omhoog. En de potje moet er perfect zo in. Zo. Ja, heel cool. Dan moet je verrollen, denk ik, hoor. Zo, ja, dan mag jij voor deze wel... En die 20, en dan met... Ik ga gewoon 20 rollen, Timon. Dat is allemaal prima, dat is het spel. Als je die 20 rooit, die rolt dan... Nou... Nou! Nou! Nou, 2, nou! Kut, man, nou. We zijn het saus kwijt straks. We zijn straks het saus kwijt. We hebben nog meer saus, Peter. Je ziet dat de spin inderdaad... dat gekietel, dat heeft hem erg enthousiast gemaakt. Hij rent volle vaart erop af. Nee, hij doet het vanuit zijn positie, met het slijm uit zijn bekkie probeert hem naartoe te schieten, maar de urn valt wel om. Smurrie ligt op de grond. Maar het is niet zo'n spectaculaire actie als dat je gehoopt had. Ik heb het verneukt! Is alles Smurrie eruit nu? Zijn het ligt Smurrie op de grond, kwijt? Dus okay. Je moet daar wel iets mee doen. Ja, je kan gewoon dat kommetje schrapen en dat kommetje gewoon weer. Ja, natuurlijk, gewoon schrapen natuurlijk. Teruggieten. De hond is ondertussen niet... Ik vind het niet heel geamuseerd. En, moet er niet doodgaan, Timon. Staat het inderdaad het dichtste bij de Losus. En probeert hem met zijn klauw uit te halen. En doet daarbij bijna 4 damage. Hallo! Joh, ik heb er maar 1 AP, joh! Hallo! We moeten echt oppassen. Kan ik healen met een pieper? Je kan niet healen ik ben bang met dat pieper. Dat niet gaat met de pieper. Verdomme, joh. Ik heb er maar 1 AP, Marmier. Ik ben bijna neer. Ja, we moeten even slim doen. We moeten slim. In last heb ik. En ik heb wel genoeg gedronken. Ik heb genoeg van die ales gehad. Het saus ligt te ver van me af. Ik kan gewoon voor mijn eigen saus gaan. Gewoon kijken of het pijn doet. Ik kan over je wil de ale die je hebt... Want je moet even omhoog gorgelen. Ik kom omhoog kokkenhals en op een... Je wil je vinger in je keel zeker over me heen kotsen? Ja, tuurlijk. Waarom? Joh. Het is dan niet hetzelfde saus. Het was smurrie en jij hebt gewoon kots. Je mag het proberen. Ga nou niet je laatste hitpoint. Straks ben je dood en dan maar ga je... Misschien is het kots wel super effective. Het is toch een beetje brandbaar. Misschien kan die hond daar niet tegen. Het is vrij brandbaar. Je mag dat gooien, hoor. Ik ga spugen, joh. Ik ga weten. Ja. De last, je staat de exorcist gewoon stijl. Toch? Ga ik het spuug op hem. Ik sta naast hem, ik kan er gewoon voor gaan. Ja. Het is wel en ik heb genoeg gedronken, ja, dan ben ik niet meer dronken. Het is ook wel een dronkenmanskeuze inderdaad. Wacht maar, ik ga over hem heen kotsen. Het saus is te ver weg. Ik kan wegrennen of ik kan ervoor gaan, Peter. Wat denk je? Wegrennen? Verdomme. Oké, ik surfboard op mijn Craxis weg en... Je kan ook je Craxis iets laten doen, hè? Nee, mijn Craxis gaat niet. Ik ga op mijn Craxis weg, joh. Ik bouw echt dat ook... Ik wil een suggestie, je kan ook eventueel al kotsend op Craxis staan, dat die je weg... Dus ik kan alsnog kotsen en ik kan weggaan onderweg en dan ga ik dat doen. Dan kan ik damage doen en ervan door. Dan ga ik daarvoor. Dan moet je wel dat die 20 en die acrobatics van mij gooien, want... Oké, Peter, die komt die hoor. Ik steek dat vingertje vast in mijn keeltje en dan ga ik gewoon, hoor. Oh, nee, deze telde niet. Dat was geen goede rol.
Dus één goeie. Ik rolde hem niet eens. Ik liet hem vallen, man. Om jezelf heen te kotsen. Zelf damage mijn eigen kots. Het enige wat er gebeurt is dat je kotsend een paar stappen terug doet samen met Craxis. En dat hij eigenlijk een beetje kots in dat vachje heeft. En dat, Jee, die ga ik niet meer aaien ook. Plakkerig. Die ga ik niet meer aaien. Zou ik niet aaien. Dat betekent wel dat je gelukkig wel op veilige afstand bent, maar Marmier, dan is jouw actie voor ja, nu. Wat kunnen we nog doen? Probeer op hem te kotsen, die gozer. Ik ga niet op hem kotsen. Steek jouw vinger in mijn keel en dan kan je met mijn hoofd mikken en dan kan je alsnog kotsen op die gozer. Dat kan nog altijd. Ja, maar wie zegt dat dat damage... Want het is... Dat is gewoon hopen op het beste. Dat is een hele grote gok. Ik kan beter iets proberen te doen met het saus op de grond wat super effectief was, wat ervoor gemaakt. Is dat enige saus in de kamer? Staan er nog meer van die urntjes? Of, Mag je perception voor gooien? Misschien hangt er een toevallig boven hem, zoals in een eindbaasspel. Dat is een zwakte en dan gaat hij boven zich hangen. Hier, ik heb 18! Ja, je ziet inderdaad dat het is, de urn was een van de vele kleine potjes die daar stonden. Bij de standbeelden staan ook nog wat kleinere potjes waar je, zoals je er nu kan zien, dat daar ook nog wel smurrie in zit. Dat is niet echt slim. Heb je het lore uitgedacht wat de smurrie is en heeft het ergens mee te maken of maakt het ons gewoon een heel makkelijk moederwasbeer? Er kan wel een hele lore achter zitten, maar ik heb het heel makkelijk voor u gehouden. Hey. Het heeft wel te maken met de demon, wat dat betreft. Maar... Delosus, check! Weet je wel, dat slijm, zijn zwakte, hij heeft echt verschillende... Je? Oh, je smurrie, hij heeft echt verschillende van dit smurrie om hem heen staan. Onhandig van die gozer, hè? Onhandig. Dit is echt de slechtste kamer waar hij in kon gaan slapen. Ja. Oké, okay, ik ga... Ben ik aan de beurt of... Nee, de dichtstbij zijn... Of mag ik nog... Mag ik alleen kijken? Is dat mijn beurt al? Nee, het is jouw beurt. Peter, ik weet wat je moet doen. Al mag je niet teamwork, maar voor de volgende keer... Jij gooit je spin, laat je je saus, zo'n bakje saus gooien, pakken. Kijk, je spin schiet zijn web tegen een bakje saus aan. Gooit hem in de lucht, boven hem. Ik pak mijn pijlenboog, Legolas-stijl. Ga jij dat met jouw spin doen? Dan ga ik het voor deze keer even één veilig doen. Okay. Ik zeg tegen mijn spin, wenk ik naar één potje saus. En ik zeg dat hij, dus eigenlijk dat is voor de spin straks de beurt. Dat hij één potje moet pakken, dat hij op het plafond boven moet hem gaan hangen. En dat hij, als ik hem time, dat ik zeg, gooi het saus op hem. Ik ga zelf voor het andere potje saus wat dicht bij me staat. En ik weet niet hoeveel je kan doen in één beurt. Nee, je kan meestal 30... Ja, het is moeilijk met deze te meten, maar 30... Nou, denk ik dat je daar nog wel... Net precies. Dus in ieder geval naar het ene... Aan de ene uiterste zijde kan je daar wel een, twee potjes verzamelen. Oké, ik heb dan die potjes heb ik te pakken. Maar dan is mijn beurt wel over, toch? Dat is wel jouw beurt, inderdaad. Okay, ik heb een paar potjes. Je hebt een paar potjes, je hebt een potje boven hem en je een potje... Ik weet niet, is de spin het al gelukt of is die later pas aan de beurt? Die, ik ga eerst voor de demon gooien. Maar die heeft niet heel goed... Het is door wat er om hem heen gebeurt. En aan alle kanten kan niet heel goed focussen. Betekent dat ik wel... Ik denk dat het leuker is als jij voor de spin gooit. Voor die spin gooien. Gooi voor die spin, gooi voor die spin. Nou, 7. Oi. Helemaal kloten. Hey, de spin kan inderdaad wel het potje pakken. Maar nou ja, het is niet slecht genoeg om te... Het potje valt om. Maar hij duurt er wat langer over dat hij nou eenmaal boven die hond hangt. Dus dat gaat nog wel een beurt duren. Oi. Hij zit er nog niet boven? Hij zit er nog niet boven, nee. Betekent dat het loos dat het nu jouw beurt is. Nou, ik ga voor de high skill move. Ik heb mijn Crixus helemaal onder controle. Wijs hem aan. Schiet je web op zo'n bakkie. Gooi hem de lucht in. Ik pak mijn pijl op boog en Legolas-style. Ik ga het gewoon doen, Peter. Ga ervoor. Ik ga er gewoon voor, Peter. Ik haal hem gewoon neer. Het sausje boven dat kopje haal ik neer. 1 hitpoint, hè. Oeh, 12. Oké. Boom! Ja, plus... dat raakt hem gewoon, hoor. Boom! Oh, ja. Echt high skill, hè? Hoppatee, duurtje. Het is een 1d8 plus 2. Moet ik even kijken. 1d8. Moet ik daarmee gooien? Daar mag je mee gooien. Nice! Damage. Ik ga de damage op doen, joh. Oeh! Echt heel ziek! Nou, dan mag je wel even zeggen hoe je het wilt doen, hoor. Dan ga ik ondertussen... Ik zeg tegen mijn Crixus. Hey! Ik zie dat slime daar! Ik zie dat slime volgens mij! Het is smurrie! Zegt Mier.
En ik zeg, pak de smurrie, gooi het in de lucht, wijs ik aan met mijn gebarentaal. Want we hebben zo'n band op, we kunnen een beetje gebarentaal nu met elkaar. Ja. Hij gooit hem perfect, gooit hij hem de lucht in. Ik pak op het laatste moment pas mijn pijl en boog, hè. Tot hij perfect boven hem hangt. En dan doe ik zo, pijl en boogie, midden in de smurrie. Alles landt op dat vuile kopje van het hondje. En boom! Dat brandt flink in hem. En je ziet al dat hij er aardig gehavend uitziet. Nog niet genoeg om neer te krijgen, maar dat zal niet lang meer zal duren. Zal niet lang duren, Peter. Als jij het nu even goed doet, haal neer. Dat betekent, ja, maar Mia, jij bent aan de beurt. Dus jij kan dit af kunnen maken. Ik heb dus één zo'n glaasje toch, met smurrie. Ja, dus ik loop... dus als twee onder je arm. Oh, twee. Dus ik loop heel rustig naar hem toe. Ik wil niks morsen en ik giet ze gewoon over het gezicht heen, heel rustig. Terwijl je je loopt naar hem toe, je giet het over het gezicht. Hoe hij je aankijkt. Doet er niet zoveel. Dus ik denk, ik giet gewoon over het gezicht heen. Oké, ja, nice. Eerst die ene, dan die andere. Maar ik kan ook gewoon. Zit ik het cool te doen? Ik giet er eerst één en dan zet ik die heel rustig in. Want ik wil het glas niet breken. Zeg, wacht even hoor. Dan pak die andere onder mijn arm vandaan. Dan giet ik die ook op zijn gezicht. Nou, gooi daar maar die D20 plus 2 vorm. Dexterity is ook een beetje... sneaky. Dat kan hoi. Doen. Oh, 15. Ja, dat raakt hem hoor. Dat raakt hem. Dat raakt hem gewoon. Dat is geen enkel punt. En dan ga ik twee keer damage. Nou, dat mag jij eigenlijk. Oh, moet ik? Ja, toch? Ja, dan moet je dan. En dat is een. Wacht even. Oh, hey, hallo, Peter. 6. Dat is die 1d6. Wanneer... Maar omdat je twee potjes hebt, mag je hem twee keer gooien. Wanneer, waarom is het een 6 en wanneer is het een 8? Dat heeft te maken met bepaalde wapens en damage dat is. Oké, twee is helemaal balen. Nog een tweede potje. Hey, Peter, ik heb meer damage gedaan met mijn high skill shot, joh. Ja, dat is het ook wel waard. Je hebt het er over niet genoeg om deze neer te halen. Ja, het brandt morgen geweest zo echt dat ruggetje in, zeg maar. Nou, net als op een shirt, dat je wel eens in je shirt hebt. Dat het zo dat water in je nek loopt. Dat is een beetje wat er nu gebeurt met dit. Hashtag herkenbaar. zeer herkenbaar. Hij ziet er niet heel goed uit, deze... deze hond en is ook wel een beetje geïntimideerd door jullie ondertussen. Oh. Doordat je gewoon saus in zijn gezicht de nek laat gieten. Ik had het eigenlijk in zijn gezicht moeten gooien, net als bij tijdens een date als iemand iets lulligs zegt. Ja. Ja, hij door die hete lucht slaat hij om zich heen en hij raakt jou wel, Marmier. En dat betekent dat jij 4 damage neemt. Oei! In wilde pijn. Hoeveel AP heb jij nog? 5 volgens mij. 5, ja, klopt. Betekent wel, beloofd is dat jij nu bent. Ja, ik sta nog op veilige afstand. Ja. Ik ga niet dichter in de buurt komen. Ik loop naar zo'n potje toe. En ik gooi hem. Mm-hmm. Ja, ik gooi hem. Yeah. Pas je op voor mij? Nee, ja, ik gooi hem over Peter heen. Ja, yeah. En ik probeer hem, terwijl hij in de lucht valt, dat het vaatje een tikje op Peters achterhoofd, op Marmier's achterhoofd komt, dat hij net schuin genoeg gaat, dat het sap op de hond komt. Dat is mijn stel, daar ga ik voor. Dat klinkt goed. Maar waarom doe je het? Waarom wil je mij raken? Maar jij staat ervoor, Peter. Jij staat ervoor, dus ik moet wel. En anders raakt de saus hem niet. Oh! Boom! 14, nou! Ja, dat raakt hem gewoon! Dat raakt hem! Alles werkt gewoon wat je wilt doen! Ja, tuurlijk! Je mag die damage gooien, hoor. De 8 of de 6? Dat is de damage van het potje, dat is deze. Dus dat is de smurrie. Smurrie, joh. Boom! Vol damage, joh. Vol! Ja, dat betekent dat dit inderdaad genoeg is om neer te halen. Dan mag jij helemaal vertellen hoe je dit gaat doen. Ik pak mijn saus, ik loop naar zijn smurrie toe. Ik zeg... Peter, blijf precies zo! Marmier, blijf precies zo staan! Ik gooi hem. Ik mik nog eens een beetje. Ik draai om. Ik zeg, wat? En dan raak je me in mijn gezicht. Nee, ik raak je niet in je gezicht. Perfect, tegen zijn helmpje aan. Precies genoeg dat het flesje een beetje omkiepert. Alles in dat de smiddie komt precies in dat mondje terecht, joh. En boom. Kun je even een dode hondgeluid maken, moeder Wasp? Even een dode hond. Heel zachtjes. Schattig opeens ook. Vrij schattig. En dat terwijl inderdaad de demon langzaam weggeborreld en van gedaante langzaam tot in het niets verdwijnt. Het enige wat eigenlijk nog overblijft van deze demon is een ring die op de grond valt.
En te loos is omdat jij hem hebt verslagen, pak jij ook de ring op. Denk het niet, ik sta dichterbij volgens mij. Ik ga eerst even kijken of hij het ziet. En ik zeg, oh die ring. En ik schuif. Je gaat erop staan. Ja, zodat hij niet ziet dat er een ring viel. Want ik stond ervoor, weet je nog. Dat klopt. Dat dus mag gewoon. Dan ga jij hem oppakken. Ik ga mijn voet erop doen. En dan doen zodat hij het niet ziet. Want ik wil ook niet dat hij ziet dat ik hem oppak. Dus jij gaat heel sneaky. Terwijl in dat de loos is kaart aan het vieren is dat hij hem gewoon helemaal... En als hij niet kijkt, dan pak ik hem op. Pakt hem inderdaad op. Voelt wel dat de ring op een of andere manier geeft een soort magische gloed af, maar je steekt hem zo in dat zakje. Niks aan de hand. Niks in mijn vingertje erin. Wat denk je daarvan? Ik ga kijken of hij past. Ik zie het gewoon gebeuren. Ga je hem passen? Ja. Mag ik niet zeggen van, hé, wat doe je? Ik zie gewoon een ring uit hem vallen. Ik heb een beest vermoord. Nee, wat ik doe sta je? Voor je. Zag het niet. Dan moet je zo'n... Wat is dat ook weer zo'n kijker te... Ja, ik wil rollen. Ja, ja, ja. Kijk of ik het... Ik betrap je gewoon, ja, hoor. Ja, ja. Dan mag. Dan wil je dan de investigation... Ja, ik kon gewoon kijken. Ik zie het, wil het gewoon goed zien. Maar je ziet hem niet borrelen, want ik sta voor... Boom. Oh, kut. Ik zie je gewoon perfect, ja. Joh. Ik zie, hé, wat doe je daar? Zeg ik tegen de je mier. Je ziet het perfect. Ik zeg, Ik heb de beast neergehaald, dat is mijn ring. Ik zie precies dat het een ring is. Het is. Je ziet ook overigens dat het inderdaad... Dit is een ring die jij herkent trouwens. Die herken ik, die is van mijn vader geweest. Ja hoor, zeg ik. De ring, die is van je vader geweest. Ik kon zojuist uit die hond, zeg ik tegen je. Ja, ik heb hem neergehaald, dus ik mag een ring alsnog hebben. Nee, maakt niet uit niet. Of je uit de hond zeker komt niet. Of niet. Ik heb ook damage gedaan. Ik deed veel meer damage. Ik deed 2 vaartjes over me heen. Jij stond op een afstand. Je gooit het in zijn ik nek. Heb mijn leven werkelijk op het spel gezet. Jij zit op een afstandje. Als ik hier niet stond, als ik mijn hoofd niet had gebruikt. Ik had hem het laatst aangeraakt, dus het komt op mijn naam. Dat kan ik je wel vertellen. Okay. Dus ik glip mijn vingertje erin. Ik geef Marmier ook gelijk. Hij heeft hem als laatst aangeraakt, dus hij mag de ring hebben. En dan denk ik toch weer van, oh, weet je wat, jij mag hem hebben. Dat accepteer ik dan ook wel weer gewoon. Ik accepteer me, maar ik zou bied hem nog 1 keer aan jou aan. Weet je het zeker, zeg ik nog. Weet je wat? Zullen we om zo'n spinnetje doen? Misschien is hij al magisch, dan gaat er iets mis. Laten we eerst om zo'n spinnenpootje doen en kijken wat er gebeurt. Ja. We zijn met elkaar eens. Ja, we gaan mijn spinnenpootje eerst omdoen. Bij jouw spin. Ja, mijn spin. Nee, de spin, het is vrij krap. Het spinnenpootje is wel iets te groot voor deze ring. Maar je hebt hem eigenlijk aan een paar haartjes gehangen. De logische, omdat jij deze ring hebt gezien, weet je dat het een ring van mindshielding is. En dat betekent dat eigenlijk geen enkel magisch wezen je gedachten kan lezen als je deze aan je vinger draagt. Niemand mijn gedachten lezen? Nee, geen magische wezens kunnen jouw gedachten lezen. Ik wist niet eens dat ze dat al konden, dus daar heb ik ook helemaal niks van. Maar ik hou eigenlijk liever bij dat spinnetje als ik heel eerlijk ben. Staat hem goed. En als we hem nodig hebben, kunnen we hem altijd pakken. Ik heb net gehoord dat hij nutteloos was, dus ik hoef hem eigenlijk ook niet. Ik heb niks te verbergen in mijn breintje, dus van mij mogen ze best mijn gedachten lezen. Als je zo'n ring draagt, dan ben je alleen maar eigenlijk een beetje, hoe noem je dat, verdacht. Ja, heel verdacht ben je dan. Ik vertrouw jouw spin niet meer. En terwijl je het allemaal afspeelt, merk je inderdaad dat eigenlijk de... Sinds de demon verdwenen is dat het eigenlijk een heel stuk rustiger en kalmer. Hey, het is wel stil zonder het geblaf. Het is vrij stil inderdaad. En dat jullie kunnen besluiten om nu terug te lopen naar de allereerste ruimte. Met jullie spinnen. En die neem aan dat jullie die mee willen nemen overigens. Natuurlijk. Er zullen mensen wel onder de indruk van zijn, denk ik. Vrij triomfantelijk lopen jullie ook naar boven. Weer het trappetje op, langs die pit, over die pit. Langs die messen. En je merkt ook, zodra je boven komt, is dat de deur gewoon open staat. Oh, zo'n automatische deur. Omdat je gewoon naar buiten kunnen. Oh. En, Heb je wel aan de deur klink gevoeld? Nee, we hebben niet eens gekeken aan die deur, joh. We hebben niks geprobeerd. Oh, hij was gewoon we gingen open een slokje doen en we gingen gewoon met de deur naar beneden. Ja, dat is helemaal kloten, man. Maar jullie kunnen nu wel de opslag verlaten met 2 grote spinnenvrienden. En dat is eigenlijk waar het avontuur voor nu beëindigt. Mogen we niet even kijken hoe de mensen reageren op ons? Jullie mogen best wel kijken hoe de mensen reageren, mogen ook niet ons geld even ophalen? Ja, ons geld even ophalen. Ja, €20 was het, geloof ik, toch? Ja, minimaal. Minimaal €20, ja. Ja, terwijl jullie inderdaad de hei afloopt. Het is ondertussen morgen geworden. Spinnen hebben bijvoorbeeld mij nog nooit het daglicht gezien. Ik vind het ook niet heel prettig. Maar zodra jullie de stad inlopen met die spinnen... En nou ja, dat is zo'n triomfantelijk gevoel. En ik eet mijn piepertje, hè? Willen jullie de mensen nog toespreken? Want er is ondertussen wel, zijn er wel mensen die zijn echt onder de indruk. Zijn ze niet bang ook? Die zijn gewoon onder de indruk ook. Dat we op spinnetjes, 2 meter grote spinnen binnenkomen.
Zijn we echt in de bar al? Jullie kunnen richting de bar lopen. Die zijn nu een beetje... Het is echt een heel klein dorpje overigens, hoor. Dus het is echt een... Ik wou gewoon een wheelie. Mag ik een wheelie maken op mijn spin? En wat een wheelie? Een wheelie op mijn spin maken. Een wheelie? Die, ja. Dat mag. Dat alleen die achterpootjes. Mag ik ook voor een rol of niet? Ja, mag je voor rollen. De perfecte wheelie. Ik ga voor de perfecte wheelie op mijn spin even tussendoor. Gewoon door de stad. Oei, ik weet niet of dat helemaal lekker gaat. Geen damage van de wheelie. Ga je nog dood met je 1 HP van je wheelie? Nee, dat is gelukkig voor jou de spectaculair uit zoals die in je hoofd was. Komt normaal neer. Mensen zien er niet per se onder de indruk uit, maar ze zijn eigenlijk vooral met de ogen gericht op die spinnen. Niet onder de indruk alsnog. Ze zijn onverschillig, vinden het wel cool hoor overigens, maar niet dat je denkt, nou, staan er nou te juichen. Bij wie moeten we zijn voor het geld? De herbergier. Kom, gaan naar op naar de herbergier. Herbergier is het trouwens. Ja. Herbergier. Dat is Marmier. En we gaan gewoon naar binnen op de spin. We gaan niet afstappen. Ook. We houden ze niet voor de deur. We komen naar binnen met die spinnenmannetjes. Om gewoon die gozer bang te maken. Zodat we meer geld krijgen. Om proberen meer geld te troggelen. Dat mag je overigens doen. Daar mag je alvast een intimidatierol voor gooien. Jullie allebei. Ja, maar de bewakers moeten ons niet gaan aanvallen. Dus we kijken vriendelijk, maar de spinnen zijn al intimidatie genoeg in principe. Er staat nergens verboden spinnen, dat zei ik nog tegen. Er staat nergens verboden spinnen, dus dan gaan we gewoon. 4+3. En nog een... Voor mij, wie heeft... Pietje, jij had deze gegooid? Dat is Peter, ja. Komt-ie hoor. Ik red ons alweer. Boom. 17, joh. Ja, wie gaat er als eerste naar binnen? Ik ga als eerste naar binnen en ik geef een knikje. Dat lijkt mij ook. En ik zeg, avond... Terwijl het middag is. En ik zeg, mannen. Terwijl één herbergier zit. Die schrikt zich echt compleet in ongeluk. Want meteen midden in zijn zaak staan twee hele heldhaftige avonturiers op de rug van spinnen. Vooral die ene die voorop loopt is erg intimiderend. Kan komen door de hele strakke broek en de ring die aan de poot van de spin hangt. Maar daar is hij heel erg geïntimideerd door. Hij slikt nog een beetje... En vraagt eigenlijk of die... Wat kan ik voor jullie betekenen, mannen? We zeggen... Keer de mop van de spin. Die ken ik Arach niet. En ik ga weg. Ik vertrouw gewoon dat jij... Wat? Die ken je wat niet? Peter, daar mag je een rol voor doen trouwens. Maar ik ga wel weg. Ik wil zijn reactie niet zien. Ja, dan kan je weg. En dat is performance. Dus dat performance. En dan kijk hoe je... Ik wil niet eens weten hoe je reageert. Ik ga weg. Ik vertrouw dat jij gewoon wat geld opgehaald, Timon. Dat is een 6. -1. Hij komt niet goed aan. -1. Ik ben weg. Alsof ik heel tevreden ga ik weg. En maar gaat zeer tevreden weg, maar duidelijk... het valt vrij stil in deze bar. Deze herberg. Mensen kijken op. Het is stil. Ik heb het niet gehoord. Ik heb het niet meegemaakt. Stil. Je bent gewoon weg nu. Ja. Dan vraag ik aan die gozer van... Hey, we hebben die gozer die helhonden verslagen. Mag ik alsjeblieft mijn geld? Moet ik daar ook voor rollen? Nou ja, hoeveel was het ook weer? 20 euro, toch? 20 euro, was het. Mag ik 20 euro om precies te zijn? Per persoon. Dus ik wil ook dat van die meer. Geef mij maar 40. Daar mag je inderdaad nog voor rollen. Nog één keer. Of voor rollen. Rollen is de oplichter of zo. Ja, oh shit. Oh. We hebben geen bewijs. Mag ik wel rollen of je inderdaad op die ook meer gaat geven? Fuck, ik rolde. Ja, ik had 2. Maar ja, ik lag. Nee, je mag hem wel overnieuw gooien, joh. Je bent te aardig. Ja, lag. Dus hij lag. Kijk nou, hij lag. Ja, hij is lag. Dit is 20. Oh. Herberg hier, die kijkt nog eens in zo'n kassalaatje. Haalt er in ieder geval sowieso die 20 uit. Krap nog eens aan zijn hoofd. Zeg, ik kan niet meer geven dan 40. Dat is alles wat ik je kan geven. Hier, neem het mee, alsjeblieft. Ik ben zo blij dat je dit hebt. What the fuck? Ik ga daar neem er geen genoegen mee, hoor. Je vroeg 40 of niet? 40 vroeg ik. Ik heb 20 gekregen nu. En ik ga mijn spin kijken. En ik geef hem het knikje aan mijn spin. Mijn spin staat op 2 pootjes. En ik doe dat, kom op met het centjes. Hij wil meer geld bij... Doe de spin, zeg maar. Ik snap niet wat je zegt. De spin staat op. Ja, ja, de spin staat op. Op 2 poten? Ja, op 2 poten. Alsof het een mens is. Ja, gaat met zijn voet gaat hij tappen op de grond of niet? Hij tapt en wordt een beetje ongeduldig, de spin. Hij kijkt die gozer achter de bar aan die het geld moet geven. De spin, hè?
doet één pootje omhoog, de spin. We hadden moeten stoppen toen het... En hij zegt van, hey, nog... Hij doet even het handje van, kom maar met meer geld. Hij wil meer geld, joh. Hoe doe je dat handje, dit handje? Wat is dat handje? The Rock, just the bring rock, it. Just bring it, the rock style. Nou, gezien de spin over. En daarna dept hij hem. Daarna dept de spin. Nou, voor die dempen. Ik wilde eerst niet laten gooien, maar... Kan je nog één keer gooien voor deze? Voor de perfect uitgevoerde dab voor de spin gaat dit worden. Ja, dat is een goede dab moet dit worden, denk ik. Nou, dat is een redelijke dab. Prima dab. Dat is prima. Ga ik nog één keer... Nee, deze herbergier, die dab, die maakte hem toch wel... wel intimiderend. Het is net intimiderend genoeg. En hij pakte er in ieder geval nog een tientje bij. Hij zegt, meer kan ik echt niet missen, jongens. Dab nog een keer. Nog een keer. Okay. Blijven dabben tot hij meer geld gaat. Hij is niet onder de indruk van de spin, maar hij is onder de indruk van de dab van de spin ook. Nee, ik neem al genoeg met die 30 euro. Ik loop gewoon weer naar buiten toe, joh. En ik zeg niks tegen Peter over het geld, joh. Toen, en ik vroeg, was het lachen daarbinnen? ik zeg dat iedereen moest lachen om je grap. Ik en kijk heel tevreden en ik sla armen op je heen, om je heen en ik zeg, op naar ons volgende avontuur, mijn jongen. Prachtig, jongens. Oké, dat was hem, Simon. Ja. Ik heb alles intens gedaan voor mijn gevoel. Ik heb allemaal salto's gemaakt. En alles lukt ook gewoon. Alles salto's gemaakt. Ik ben zo trots op jullie, jongens. Maakt het niet eens uit dat ik een bokkenpootje zal laten. We hebben helemaal niks van ons karakter. Maar we kunnen wel verder met ons verhaal. We hebben nu helemaal niks aan karakterontwikkeling gedaan. Nee. We waren gewoon alleen maar... Cool aan het doen. Ja. En volgens mij was je ook niet zo streng voor ons, moeder Wasbeer. Het kan strenger. Maar dat kan natuurlijk als er altijd... als je echt een hele campaign zou doen, dan word je natuurlijk wel strenger. Dit is natuurlijk de eerste keer... Ik vond het wel mooi. Okay. Ik vond het mooi. Wat vonden jullie, chat? Als jullie het mooi vinden, dan gaan we het misschien nog een keer doen. Er is zo'n bijna niks te kijken. Er zijn duizend mensen die zijn helemaal gek geworden. Ja, dat had ik niet verwacht, dat er zoveel kijkers zouden zijn. Nee, dat is de helft van de mensen die zullen dit volhouden. Dat was hem dan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik wil moeder Wasbeer ontzettend bedanken voor het hosten. Voor de Dungeon Master zijn. Heb jij ook nog iets wat je wilt promoten? Ik heb niks... Nou ja, het enige wat ik heb is mijn eigen plushy site. Dat is het enige wat ik kan promoten, jongens. Daar heb ik dat kussentje van gemaakt. Oh, die is nice. Nasty. www.plushmaker.com. Internationaal. Ga erheen en doe je ding, zou ik zeggen. Dat was hem. Laat vooral weten wat je ervan vond. En, morgen zijn we er sowieso weer. Met een griezelig, creepy spookshow streampie.